Oost-Vlaanderen. Vanavond is er een nieuwe opname van de podcast Wielerclub Wattage. Vandaag eerst een hele dag koersen in Nokere. Ik kan wel tegen de mensen in primeur zeggen wie er vanavond zal bij zijn. Het is niet Tom Bonen, die leeft na de Colnago Heisa ondergedoken in een ver land. Die is een veilig land gaan opzoeken. Wel uiteraard Jan Baaklands en Dirk de Wolf. En in de bijen. Heb je een gokje? Ik dacht dat je ging zeggen dat ik er ging zijn. Ah, dat kan ook nog. Volgende keer misschien. Nee, een gokje. Nee. Zeg het mij. Ik weet het niet. In grote primeur voor de mensen thuis. Mark Uitroeven. Terug van weg geweest. Knap. Goed, hè? Ja, kijk er naar uit. Ja, wij ook. Wij ook. En ik kan zeggen... Terug van weg geweest, inderdaad. Hij heeft al heel veel gas gegeven in onze WhatsApp-groep. Is het waar? Mark, ja, hij zit al in de WhatsApp-groep. Hij zit al in de WhatsApp-groep. En hij heeft daar al heel veel suggesties gedaan. Dat is voor vanavond. Eerst koersen in Nokere. Prachtig dorpje. Pittoresk dorpje. Dorpje van Kastelen. Dorpje dat deel uitmaakt van Kruisum. Kruisum dan weer een samentrekking van Kruishouten en Zingem. Daar zitten we dus. Aan wat denk jij als je aan Nokere denkt? Kasseien? Ja. Het is een kasseikoers, hè? Ja, inderdaad. Ik heb net eigenlijk nog eens de plaatselijke ronde gereden, die 28 kilometer. Omdat ik ze altijd graag nog eens voel. Zo. Natuurlijk, het is in de auto dat ik het gedaan heb en niet op de fiets. Maar tof parcours, ja. Absoluut. Met deze licht legendarische aankomstplaats, met enige zin voor overdrijving, de aankomst bovenop Nokereberg. Twee keer niks, maar toch lastig. En je moet daar timen. De bocht daar beneden, altijd een cruciaal punt. En vele VIP's zijn alweer afgezakt naar Nokere. Dat is ook een steeds weerkerend fenomeen. Ik heb me laten vertellen dat het grootste VIP-event van de streek is. Dat het zelfs nog meer VIP zou genereren dan de E3. Maar ik denk dat dat een onderlinge strijd is die nooit echt effectief gemeten kan worden. In ieder geval, ze hebben er heel veel hier in Nokere. En als we over vrouwenkoersen spreken, pioniers. Want, nog even onderstrepen, want jij weet het, zeg want het maar. Want ik weet het, zij waren de eerste die het prijzengeld van de vrouwen gelijkgesteld hebben aan dat van de mannen. Nog voor Vlaanders Classics. Zonder afbreuk te doen aan de inspanning van Vlaanders Classics natuurlijk, want die hebben dat ook fantastisch goed gedaan. Maar wel ere wie ere toekomt. De mensen hier in Nokere onder het voorzitterschap van Robrecht Potuinen heeft men vrijwel onmiddellijk gezegd, kijk, als we die vrouwen organiseren, dan willen wij dat zij ook evenveel verdienen. We zitten ondertussen aan de vierde editie. Het is een jonge wedstrijd en toch heeft deze in no time, zou ik zeggen, meer dan haar plaatje op de kalender. Bij de vrouwen dan. Ja, absoluut. Al mooie winnaressen gehad. Hè. Twee keer Lorena Wiebes als eerste. Ene keer Amy Pieters ook gewonnen. Dus benieuwd wie er voor de vierde keer, de vierde editie, op haar naam zal schrijven. Wiebes alleszins opnieuw aan de start gekomen. Laat ons eerst heel even teruggaan naar vorig jaar. Vorig jaar dus winst voor Lorena Wiebes. Nog niet in de trui van SD Works. Daar rijdt ze pas in sinds dit jaar. Maar wel in de trui van DSM. Dat ging toen als volgt. Pekje die naar voren nu moet komen, want die voelde een paar golfjes aankomen. Voilà. Schweinberger zit daar ook nog. Ja, Wiebes haalt het wiel van Kopecky, maar het is nu wel stil aan de sprinten natuurlijk dat we gaan beginnen. Zo meteen de kasseitjes. Mee met het treintje van de Jumbo's. Wiebes perfect aan het wiel bij Kopecky. Opgelet dus, het wordt een strijd Kopecky-Wiebes. Zij aan zij vermoedelijk zo meteen. Hier gaan we er stil aan beginnen. Opgelet voor het insluiten. Wiebes die gaat van ver gaan. Wiebes heeft de manoeuvre uitgehaald. Die komt hier. Wiebes is die sterk genoeg om het te houden tot op de streep. Ik denk het wel. Kijk eens aan, die komt eruit. Amai. Er staat gewoon geen maat op. Die wint hier met 3-4 lengte voor een valpartij nog. Kopecky wordt tweede. Niks aan te doen. Bastianelli derde. Wiebes is een kanonskogel. En als de kanonskogel loskomt, staat de rest niet op de foto. Ja, nee. Ze schoot echt weg, los. Gelijk de komeet. Niks van jou. Je was naar rechts aan het zien, zag ik. Ja, ze kwam met enorm veel snelheid af. En er was niets aan te doen, denk ik. Dames en heren, laat u horen voor Lorena Wiebes. Ze zijn er allebei terug. Lorena Wiebes en Lotte Kopecky. Lotte Kopecky niet voorzien voor deze wedstrijd. En dan gebeurde er een heel, heel jammerlijk voorval in haar familie. We denken dat de meeste mensen dat ondertussen wel gelezen zullen hebben. Een noodlottig voorval. En heeft dan toch nog deze wedstrijd aan haar programma toegevoegd. Ja, ze verstandig. Verstandig. Dat is ook een manier van verwerken, zeker. Sommige
topsporters of gewone mensen verwerken een verlies op die manier. Hè. Waarom niet? Ja, zeker. Dan is het even de zinnen verzetten, denk ik. En we hebben haar al, als we het wedstrijdverhaal zo'n beetje gevolgd hebben, ze is heel goed bezig in de wedstrijd, heel actief. Hè. Ja, klopt. Lotte Kopecky, die haar broer verloor een paar dagen terug. En dan zelf heeft gezegd, kijk, ik wil mijn zinnen verzetten en ik wil koersen. En daar komt ze, Lotte Kopecky. We zitten op ruim 50 kilometer van de streep. Dit is koersen met een plan, denk ik. Hier zit veel meer achter dan alleen maar gewoon fietsen. Er rijdt iemand mee, denk ik. Of ben ik het nu te groot aan het bekijken? Hoe bedoel je, er rijdt iemand mee? Ja, er rijdt in haar gedachten bedoel ik. Ja, kijk, en ze rijdt hier Henderson gewoon uit Henderson het wiel. Op Nokerenberg, ja. Vanuit het zadel, twee keer niks bij wijze van spreken. Of dit het begin is van een heel groot nummer, gaat nu wel wachten op Henderson, dat zullen we zien. Peloton is ook nog niet zo ver weg. Heeft de steun natuurlijk van de ploeg in het peloton van SD Works, die daar Wiebes hebben zitten. Dat is een ideale bliksemafleider. U ziet daar ook Balsamo op de voorposten. Trek die de achtervolging heeft ingezet, want die denken, ja, Kopecky, dat mag je nooit te ver laten rijden, anders zit je met de gebakken peren. Maar vooral duidelijkheid in, we zitten nog altijd op 53 kilometer van de streep. Het is nog ver, hè. Het is nog ver om dit met z'n tweeën te gaan doen. En ze heeft... Ze hebben op dit moment niet heel erg veel voor, maar zoals dat je zegt, zal UAE zijn waarschijnlijk die er wat achter zal rijden of die toch ervoor zal zorgen dat het gat niet te groot wordt. Kijken of dat lukt, want ze lijkt ontketend. Was eerder ook al eens betrokken bij een aanvalspoging. Die werd dan teniet gedaan. En dan ging ze nog eens. En eerst met z'n vierde, dan gooiden ze er twee overboord. En zo kwamen Henderson en Kopecky alleen op kop. Straks het volledige wedstrijdverhaal. Zometeen ook het... echte wedstrijdbeeld. Dit is een passageshot dat we voor u kunnen nemen. We gaan eerst heel even luisteren naar vanochtend. Niet Lotte Kopecky. Men heeft gevraagd, en dat heeft iedereen gerespecteerd, denk ik, om haar heel even met rust te laten. Om niet per se de microfoon onder de neus te duwen. En dat kunnen we maar al te goed begrijpen. En dus werd er gepolst bij Lorena Wiebes, kopvrouw in de ploeg bij Lotte Kopecky. Hoe de sfeer is in de ploeg en hoe zij naar deze wedstrijd kijkt. Lorena, ik begin met misschien een vervelende vraag. Was het moeilijk in de bus vanmorgen? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het voor iedereen een beetje een lastige situatie is. Maar ik denk dat Lotte er heel goed mee om kan gaan. En ze is klaar om vandaag te koersen. En dat is het belangrijkste. En wij steunen haar daarin. Het is moeilijk, denk ik, ook om dat zomaar op te vangen, ook voor jullie als ploeg. Hè? Ja, maar ik denk dat de ploeg daar heel goed in is. En wat we al vaker hebben gezegd, we zijn als een familie samen. En ik denk dat, dat dat voor Lotte ook heel erg helpt. En ik moet ook zeggen, we wilden zo normaal mogelijk natuurlijk de wedstrijd ingaan. Ook om niet te veel de nadruk daarbij te leggen. En tuurlijk, we steunen haar. Maar ik denk dat het voor haar ook fijn is om gewoon zo normaal mogelijk de wedstrijd te benaderen. Gewoon even inderdaad aan iets anders kunnen denken is ook belangrijk op zo'n moment. Ja, dat denk ik wel. Ik kan natuurlijk niet voor een ander denken, maar ik hoop wel dat we het zo goed hebben gedaan. Over de race zelf, ja, ik hoor hier iedereen maar één ding zeggen. Wij moeten Lorena Wiebes kloppen, hè, want dat is de enige waar we naar kijken. Ja. Vervelend, hè? Ja, nou ja, gelukkig hebben we eigenlijk in het team iedereen die kan winnen. Dus we kunnen meerdere kaarten uitspelen. En ik kijk er zelf ook naar uit om het een harde koers te maken. Als je nu echt een aankomst zelf zou mogen uittekenen, teken je dan altijd zoiets uit als nogere koersen? Ja, het liefst wel iets oplopend inderdaad. Ja, de kasseitjes liggen me ook goed, maar... Het komt aardig in de buurt. Het komt aardig in de buurt, ja. Want vorig jaar, ja, dat was... Ja, de rest stond nauwelijks op de foto, hè? Ja, vorig jaar was heel mooi. Dus we gaan zien hoe het vandaag loopt. Met de kasseien en twee delen in de wedstrijd, kan dat toch iets anders geven? Wordt het nerveuzer bijvoorbeeld in het eerste deel? Ja, ik denk dat het hier altijd nerveus is. En dat zal vandaag ook wel weer zo zijn, omdat er weinig wind staat. Het moet echt gedaan worden op de hellinkjes en op de kasseienstroken. Jullie gaan een zware dag tegemoet, denk ik. Want jullie zullen alles moeten terughalen. Ja, het wordt een zware dag. Maar ja, dat wil niet zeggen dat we zelf dingen kunnen forceren. Oké, dankjewel. Zo, dit zijn de achterblijvers. Dit is vooral duidelijkheid geen kopgroep die hier over Nokerenberg komt gedenderd. Dit is een groep gelosten waar we een aantal rensters van Lotto Destiny inzien. En ook nog een renster van Uno X, van Jumbo-Visma onder andere. Maar die liggen ondertussen al geruime tijd achter. We koersen op een schema van 39 kilometer per uur ongeveer. Dat betekent aankomst rond de klok van 2:55. Met deze wedstrijd, de Danilid Nokerenkoersen. Wedstrijd die vertrokken is om 9:50 vanochtend in Deinzen.
117 rensters. Eén niet aan de start gekomen. Pien Limpes. Heel even nog beeld hier van aan de kant. Zo meteen beelden van in de wedstrijd. En kijken hoe het met Lotte Kopecky en Henderson. Anna Henderson. Goeie renster hoor. Geen verkeerde renster. Heel even nog die erelijst. Wiebes, Pieters, Wiebes. Nederland, Nederland, Nederland. En één keer Covid die gewonnen heeft. Maar dat tellen we niet mee. Die mocht niet op het podium staan, Covid. Maar wel in 2020 gebeurd. Val van vijf rensters vroeg in de wedstrijd. Van de Guchten, geen familie van mezelf. Andersson Veenhoven. Daarbij betrokken, die is afgevoerd met een hersenschudding. Een paar mechanische problemen nog. Met Bakker en Schremp onder andere. Renders die gelost werden. En dan dus Kopecky na 45 kilometer in de aanval. Met Van Anrooy onder meer. Boujac, Henderson daar er al bij. En Pompanon, een Française. Die werden teruggegrepen door het peloton een kilometer of zeven verder. En dan uiteindelijk kwamen we met een ontsnapping van 4 en 2 dus tot bij Henderson en Kopecky. We gaan wat kopjes kijken. De rensters van AG Insurance. De ploeg van Jolien Doren. We herhalen dat nog maar eens. Enfin, ook Natasja Knaven natuurlijk. Jolien Doren ploegleidster en Knaven is daar ploegmanager. Een paar kleinere teams ook aan de start. Dit was dus Deinze vroeg in de ochtend. En op dat moment was in de Beieren met de wagen volop koers aan het zetten richting Noker om die kasseien te verkennen. Lastige finale? Of valt die mee? Ja, er staat geen wind vandaag, of toch nauwelijks. Je ziet de vlaggen hier tegenover ons, die hangen gewoon los, zeg maar. Dus, heerlijk lenteweer. Ja, heerlijk lenteweer. Het is frisser dan het eruit ziet, dat wel. Maar als er wind staat, is het hier eigenlijk nog een tandje zwaarder. Hè. Maar het is een heel mooi parcours, wat draaien keren. Zeker die finale, nog een bocht. We hebben dat ook vorig jaar gezien. Hè. Wiebes kwam hier als eerste, denk ik, de laatste bocht uit. Heeft een hele lange sprint gereden. Dus ik ben benieuwd hoe het dit jaar zal gaan. Straks tijd genoeg nog om de outsiders te overlopen. De uitdaagsters, zeg maar, van Lorena Wiebes. Die Drenthe won. Deze Julie de Wilde misschien. Hoewel die het lastig had op de Vanberg, maar uiteindelijk wel naar een top 10 plaats sprinten in de ronde van Drenthe. Ik zou zeggen, lichtje aan het einde van de tunnel. Jawel, toch. Ze heeft het zelf gezegd. Geen al te beste winter gehad. Blijven sukkelen met haar gezondheid. Maar inderdaad, als je dan een top 10 plaats kunt rijden, dan zit het toch wel snor. Een parcours die haar ligt ook vandaag. Ze kan dat wel zich positioneren op die kasseien. En je kent dus hier en daar al handtekeningen uitdelend Julie de Wilde voor de ploeg van Phoenix de Koning. Jumbo-Visma trekt met een hele sterke ploeg. Balsamo, Bakstedt, Hansen, Sanguinetti en Van Anrooy. Vijf dus. De eerste keer dat Van Anrooy op de weg rijdt dit seizoen. Alles voor Balsamo, denk ik dan. Hoewel Van Anrooy dus meeschoof in die vlucht met Kopecky. Kansen, veel inhoud, Shirin Van Anrooy. Hoeft natuurlijk geen voorstelling meer. We hebben haar een hele winter lang bewierookt in het veldrijden. En dit is dan Lotte Kopecky. Ingetogen, geconcentreerd. Persoonlijk drama, familiaal drama. En dat dan in vol voorjaar. Toen ik het nieuws las, dacht ik, hopelijk. Ja, voor haar dan wordt niet al dat werk van de winter straks teniet gedaan doordat je mentaal dan wat in de put geraakt. Ja, wat perfect begrijpend zou zijn. Tuurlijk. En dan zeker ook. Ja, op zo'n manier. Je hebt dan de Strade net verloren tegen je ploegmaat natuurlijk. Dan komt er zo'n gigantisch familiedrama. Ik bedoel, dat slaat erin bij iedereen. Maar Lotte is iemand die altijd heel kalm en rustig oogt. Mm-hmm. En de ploeg heeft dat ook gevraagd vandaag om haar zoveel mogelijk met rust te laten. Om daar zo weinig mogelijk over te vragen en om haar privacy een beetje te respecteren. Deed mij onmiddellijk denken aan het verhaal Tom Boonen. Uiteraard geen broer verloren, maar misschien herinner jij het nog wel de miskraam die Lore meemaakte na vele maanden. En dat was echt in vol klassieke periode, denk zelfs rond deze datum ongeveer. En dat achtervolgde hem toch wel de rest van het voorjaar, wat nogmaals compleet te begrijpen is. Dus goed, we zullen wel zien hoe het loopt met Lotte Kopecky. Wij hopen dat ze voor haar sportieve carrière dan de prestaties kan leveren die ze wil leveren. Maar we moeten ook alle begrip hebben mocht dat op een of andere manier niet kunnen. En dat gaat alleen de toekomst uitwijzen. Daar kunnen we vandaag geen uitspraken over doen. Dit is het volledige parcours. Lange As, Driestraat, Huissenpontweg, de Kasseikoers bij uitstek, Tiegenberg, Holstraat, Petegemberg, Nokerberg, Herlegemstraat en Hoevestraat. En die laatste die doen we een aantal keer dus in de lokale ronde. Ik heb me zelfs laten vertellen, ik was hier een week of twee geleden op de persvoorstelling in het gezellige cultureel centrum van Nokeren, dat was in Kruisum voor alle duidelijkheid, dat
na de Ronde van Vlaanderen dit de koers is met de meeste kasseien in België. Hè? Parijs-Roubaix nog even buiten beschouwing gelaten. Oké. Okay. Straf, hè? Ja, er zijn ook wel wat langere stroken. Hè. Die Huizenpontweg is echt een lange strook. Die kasseitjes liggen wel goed hè, daar. Dat is nog wel een verschil met de kasseien bijvoorbeeld van een Roubaix. Of diegenen die in de Ronde van Vlaanderen moeten doen, die liggen er ook heel vaak slechter bij dan degenen die ze hier vandaag onder de wielen geschoven krijgen. Hè. We zitten live. Het zijn live beelden. En Lotte Kopecky die wenkt naar de Motard. 35. Zegt Erik Trappeniers. Ik herken de stem van Erik, de man die de moto bestuurt. Heel even wat info. Ja, ze hebben dat niet altijd onmiddellijk als de Ardoisier daar net niet gepasseerd is of nog niet gepasseerd is. En de ploegleider laat heel even niks weten. Dan is je eerste bron van informatie natuurlijk de Motard. Ja, we moeten het allemaal doen, de Motards. Henderson die toch mag overnemen van de ploeg. Ik dacht heel even dat ze, omdat ze dus hier in of op Nokerenberg moest lossen, dat ze aan het wiel zou blijven kleven. Maar nee, ze doen het met twee, maar het peloton heeft deze twee perfect onderschot. Dit lijkt met andere woorden op dit moment een moeilijke onderneming. Maar ja, het is 30, wel mooi. 30, 35 seconden en twee toppers. Hé. Anna Henderson werd ook tiende in de Ronde van Drenthe afgelopen weekend. Dus ook de sprinter eigenlijk van de ploeg. Die kunnen elkaar wel vinden. Ben jij hier al geweest? Hoezo? Ben ik hier al hier, geweest? Ah. Dat beeld dat we nu zien. Nee. Ben je er al uitgenodigd geweest? Nee. Jij wel? Nee. Ah. Het gaat binnenkort dicht. Ja, het ja, uiteraard. Van Kleven. Ja. Je bent er nog niet geweest? Enfin, dicht in de zin van dat de Peter Goossens ermee gaat stoppen. Hè. Er is een overnemer. Hè. Alhoewel, dat moeten we ook nog onder voorbehoud zetten, want die overname is nog niet helemaal rond. Oké. Okay. Daar zijn nog wat punten en commas die moeten gezet worden. Oei, valpartij denk ik. Ja. Nog belangrijker dan een restaurant. En men kijkt om en men ziet dat het helemaal vooraan gebeurd is. En men houdt in en dat gaat natuurlijk wat bonus opleveren voor Kopecky en Henderson. Ik moet onmiddellijk terugdenken aan de editie van vorig jaar. Jesse van den Bulke. Is dat het rondpunt waar Jesse van den Bulke haar vinger... Het is hetzelfde rondpunt. Alleen was Jesse van den Bulke iets vroeger. Wie ligt daar wat trek? Het is bij trek. We kunnen nog geen... Het is met nummer 12. Nummer van Bakstedt. En nog iemand, 13, lag er ook bij Hansen. Twee pionnen van Trek Segafredo, ja, die dus geveld zijn. Het gebeurde rond plaats 10 in het peloton. Wel, je kunt niet zeggen, ze zat te veel achteraan. Zeker niet. Vorig jaar op deze rotonde, Jesse van den Bulke die onderuit schoof en vrij zwaar viel. Dat was aan het begin van het rondepunt. Dit is bij het einde van het rondepunt. En je hoort, enfin, wij horen het alleszins, dat Bakstedt er alles behalve deugd van heeft. En hier Bastianelli aan het gesticuleren. Kom maar, rijd door. Maar ze willen... Kijk, zie je? Bastianelli wil doorrijden. Tja, dan zal het van die van de Emiraten moeten komen. Want bij Trek zullen ze denken, wij zijn hier twee pionnen kwijt. Alhoewel, wat doen we? Met je babbelen. En plots 10 seconden erbij. Groep natuurlijk gebroken. Het is kopjes kijken... De Italiaanse kampioenen altijd heel erg goed herkenbaar. En de Europese kampioen daar, Lorena Wiebes, veilig aan de wiel van een ploeggenote. Halve minuut. Nog even kijken. Ja, het gebeurt echt helemaal voorin. Tegen de borduur aan de rechterkant of aan de linkerkant. Dan moet ze misschien net een klikpedaal zijn die daar even blijft hangen. Ja, terwijl ik ben er met de wagen ook gepasseerd. Het ronde punt zelf is nu niet om te zeggen dat het er supergevaarlijk bij ligt. Nee. Maar het is nu wel het tweede jaar op rij dat ze er vallen. Het zijn natuurlijk ook soms de rensters of renners die een fout maken. Het is niet altijd het straatmeubilair dat het doet. Inderdaad, de renster voor je kan even een manoeuvre maken waardoor er iets onoplettends gebeurt. En dan lig je er. Kun je heel vaak zelf niet aan doen, hè. Groepje dat komt aansluiten met achteraan 112 Marta Lach. Die was oorspronkelijk mee in de vlucht daarnet bij Lotte Kopecky. Er dus losjes uitgereden. Nog een aantal vrouwen van Serret is het met Schweinberger. 116 en 113 is het nummer van Milène de Zoete. En Eglantine Rayet zit er ook bij van Team DSM. Een hele jonge renster. Werd vorig jaar nog tweede op het wereldkampioenschap voor junioren. Er zijn er trouwens twee hè, bij Team DSM, heel jonge renster. Nummer 23, Rayet. En het nummer 26, Nienke Vinken. Ze werden tweede en derde vorig jaar in Wollongong bij de junioren. Mm-hmm. Dus twee hele jonge vrouwen in de ploeg.
Kilometer of 5 geleden ook een val gesignaleerd met Talita de Jong, laat Tineke ons weten. Ik vraag me af of je vanuit de volgwagen nu het directief moet geven aan Lotte Kopecky. Laat je inlopen en probeer dit nog eens in de slotronde. Ja, en dit is toch Zoe Bakstedt, hè? Sorry. Dit is toch Zoe Bakstedt hier vooraan. Dus het was enkel... Eleanor Bakstedt, want Zoe deed dat niet mee. Of staat hij met nummer 16 nog? Want 16 is leeg op ons. We hebben Balsamo, Eleanor Bakstedt, Hansen, Sanguinetti en Van Aanlooy. Was het, excuseer, Eleanor. Dus we dachten dat zij gevallen was, maar dat was dus enkel haar ploeggenote dan die gevallen is. Loretta Hansen van Trek. Maar ze rijden door, Trek. En dat moet ook wel, hè. Want voor Balsamo mogen ze de gat natuurlijk op Lotte Kopecky niet te groot laten worden. Een van de, zoals gezegd, vele kastelen hier in de omgeving van Nokere, Kruishouten, prachtige regio die aanschurkt tegen de Vlaamse Ardennen. Van hieruit niet zo gek ver naar Oudenaarde bijvoorbeeld. Ideale uitvalsbasis om van hier met de fiets op richting Vlaamse Ardennen te trekken. En dat hebben er blijkbaar een paar honderd jaar geleden, of laten we zeggen een jaar of 150 geleden voor ons ook gedacht. Laten we van hier maar onze uitvalsbasis maken. Deze groep gaat terug aansluiten. 18 seconden. Op dit moment ziet het eruit dat die vlucht zo meteen teniet gedaan wordt. En dan Ludwig hier ook van Uno Wix achteraan. En Bakstedt blijft rijden. Buitenrijden van Lozer. Wat u daarnet zag was Lozer Kasteel. Op de brede weg licht oplopend. Als er hier de wind staat, maar dat is dus vandaag niet het geval. Lastige passage. Men heeft ook de slotkilometer veranderd. Ja. Men gaat niet meer dat smalle trechterbaantje in. Men gaat een beetje rechtdoor. Dat is een aanpassing ten opzichte van vorig jaar. Om daar dan haaks om rechtsaf te gaan. Zou kunnen dat dat ook een gevaarlijk punt wordt, maar al sinds die trechtervorming, dat ga je dan niet meer krijgen. En men hoopt door die haakse bocht erin te leggen dat het peloton, als er een peloton is op dat moment tenminste, dat het door die haakse bocht op een lint komt te zitten, waardoor de sprint minder gevaarlijk zou zijn. We zagen net Faulkner in beeld met het nummer 51 van Team Jayco. De veelbesproken. Hebben we nog een Christian verhaal Faulkner. Over? Ja, want voor de oplettende kijkers hebben misschien gezien tijdens de Strade Bianche, dat was Faulkner die heel lang alleen voorop reed, dat zij een soort van rondje onder haar armen had zitten. Je kon dat goed zien zitten onder het truitje van, ter hoogte van haar arm, van haar bovenarm. En dat was dus een glucosemeter. Die had ze opgeplakt, want dat plak je op. Hè, zo is het. Tijdens de wedstrijd. En dat is eigenlijk verboden. Mag je wel gebruiken op training, tijdens training, maar niet tijdens de competitie. En is eigenlijk geschrapt uit de wedstrijd. Dus werd derde in de Strade, maar is gedisqualificeerd. Ja, Utrecht Ludwig is op die manier derde geworden. Zuur. Anderzijds, ik vraag me af, als je weet dat dat reglement bestaat, hoop je dan echt de dans te ontspringen als je toch heel duidelijk laat zien dat er daar een metertje zit? Het was echt... Steek het dan ergens anders weg? Klopt, of weet want ik veel? Je kunt het perfect ergens anders plakken, maar dat is een beetje de fout van de ploeg. Hè, dan, die dat, en van de renster zelf ook, vind ik, van beide. Of vind je dat de renster niet het reglement moet kennen? Jawel, maar ik vind dat de ploeg daar misschien wel de eindverantwoordelijkheid ook in heeft. Iemand moet haar toch voor de start zeggen, wat heb je daar? Nee? Misschien wel, misschien wel. Ze nemen al sinds beide de verantwoordelijkheid. Nogmaals, lijkt me vrij onverstandig om het zo opzichtig te doen, want los van het feit dat het geen groot vergrijp is, ga je er toch misschien wel in de toekomst naar refereren. En jij was wel de eerste die door het gebruik van die glucosemeter uit koers is gezet. Blijft toch altijd een beetje kleven aan je imago. Klopt. Je hebt het zeker niet bewust gedaan. Ondertussen Lotte Kopecky teruggehaald en dan zie je rechts in beeld de ploeg SD Works onmiddellijk naar de kop komen. Verstandige zet, denken wij, menen wij. Verschil nooit groter dan een halve minuut geweest. En hoe lang hebben die escapades van Kopecky nu geduurd? Ze is eraan begonnen op een kilometer of 55 van de streep met een paar companen. Dus een kilometer of 10, 15, zoiets ongeveer. Ploeg van AG Insurance goed in blok.
Ja, uiteraard opnieuw voor Lotta Hentala. De sprinter van de ploeg die al tweemaal tweede werd achter Balsamo. Pech kende in Samijn. Ja. Want had daar zeker haar kans om een prijs te rijden. Hoewel dan uiteindelijk er twee voorop geraakten. Maar Hentala, de uitgesproken kopvrouw daar in de ploeg. Dit is Julia Borgström met 141 en 71 is dan weer het nummer van Carina Schrempf. Die materiaalpech had, de Oostenrijkse. De ploeg van jouw copain, Michel Cornelissen. Michel Cornelissen, ja, dat is mijn copain. Dat mag. Schrempf, Schweinberger, Kuipers, Julie de Wilde, Sarah van de Vel en Cecilia van Zutem. Twee Nederlandse vrouwen, twee Oostenrijkse en twee Belgische vrouwen. Lang geleden dat we vanuit dat kamp nog iets gehoord hebben van Heidi van de Vijver. Mocht Heidi aan het kijken zijn, nog altijd een spoedig herstel, veel beterschap na de operatie die je hebt moeten ondergaan. Maar het herstel verloopt blijkbaar wat langer dan gehoopt of verwacht. Ik moet daar ook dringend nog eens op bellen. Ze mag ons alleszins laten weten hoe het met haar gaat. Kim de Baat ook niet aan de start trouwens vandaag. Ziek. Ziek. En eigenlijk nog een beetje... Ze weten nog niet heel goed wat er aan de hand is met Kim. Ik heb haar nog gehoord. Een klein beetje op de sukkel, zeg maar. Ze weten niet goed wat er scheelt. En ze zijn volop dat aan het onderzoeken. Kim de Baat, die hier een week of twee geleden ook present tekende. En toch wel wat verwachtte van nokere koersen na wat blessurelast. Hij had vorig jaar zware valpartij... Na het Belgisch kampioenschap en dan in de Ronde van Frankrijk er nog eens bijgelegen. Daardoor moest ze dan een operatie ondergaan. Dus dat was uiteindelijk allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dus ook een moeilijke seizoensaanhef. Sinds ze die trui draagt van Belgisch kampioenen, heeft het nog niet echt meegezeten voor Kim de Baat. Zij toen zelf, ik weet niet of het op het moment was dat ik haar interviewde, dan wel gewoon achteraf onder vier ogen... dat ze op zich wel tevreden is van de dingen die ze kan doen, maar dat door die trui iedereen haar altijd ergens in een finale verwacht, terwijl dat eigenlijk totaal haar taak niet is binnen die ploeg. Ja, maar ja, je draagt wel de trui van kampioen van België. Dan moet je daar ergens een soort van je verantwoordelijkheid ook in nemen. Hè? Je hebt die koers wel gewonnen, dus ja. Draag hem dan. Maar was natuurlijk vorig jaar vaak de renster die als eerste een kopvrouw uit de wind moest zetten. En eigenlijk is die taak niet echt veranderd. Zei ze. Wat ervoor zorgt dus dat je soms, als er een groep gelost wordt als eerste, dat de Belgische kampioene daarbij is. Ja. En hier zie je dus dat het een beetje op een lint zal getrokken worden. Zo meteen gaan de rensters rechts afslaan. Richting de Lange Ast en daarna de Kloosterstraat. Wat u thuis niet ziet, zie ik natuurlijk wel in de bijen die hier prachtig huiswerk heeft gedaan. Heeft hier alle papiertjes rechts van haar opgehangen met een groene plakband. Ja, die heb ik gevraagd aan de technicus hier te plaatsen. Ja. Ze heeft het profiel opgehangen, ze heeft de lokale ronde opgehangen. Daar heeft ze dan op aangeduid waar de kasseistroken zich bevinden. En dan ook nog eens de totale route, 129 kilometer. En dit is de Lange Ast. Ja, licht oplopend. Vervelend. Maar er staat geen wind. Hè. Als er hier wind staat, dan is die vervelend. Vooral als je die bomen gepasseerd bent. Maar nu valt dat echt goed mee. Op 40 kilometer van de streep. De vrouwen van As They Works die het heft in handen nemen met Wiebes Kopecky, Quarishi en een valpartij alweer. Dus achteraan in het peloton. Kijk jij even naar de nummers. Heidi Frans, 194. Ik zei nog dat Marcus hier aanwezig is. Uneken en Majerus hier op kop. Christine. Breukje. Zo waar. Kijk eens. En ze trekken niet eens vol door, denken wij dan. Nee, maar dan moet er maar één iemand lossen. Ik denk dat het iemand is van AG Insurance die daar voor u lost. Dan heb je het zitten. Kijk, Sherin van Anrooy, mooi mee. Makkelijk. Kopecky, Balsamo, Hentala, even niet gezien. Rensters van Jumbo-Visma. Hier heb je Uneken, die doorstoomt naar de kop van de koers. Ja, ze gaan er wel werk van maken. Ze hebben het devies, het zijn gekregen. Doe maar wat met dat kleine voorsprongetje. Wiebes is mee. Heel veel vrouwen van SD Works mee. En we hebben een gaatje. Ja, het valt daar wel stil in het tweede deel van het peloton. Daar is het wat kijken naar elkaar. Helemaal daar achteraan met nummer 2 op 2 na laatste positie. Lotte Kopecky meegeschoven in de buurt van haar kopvrouw. Enfin, dat is ze zelf ook. In de buurt van Lorena Wiebes. Ook de trekkers
gaan dit graag zien gebeuren met Van Anrooy en met Balsamo. Er wordt met andere woorden gereden. Onmiddellijk een goede samenwerking hiervoor in. DSM wil doorrijden. SD-Works wil doorrijden. Volgend groepje, zelfde grootte ongeveer. Wie doet daar wat? En de rest, serieuze verbrokkeling. Gekapt stro op dit moment. En dan staat er nog niet eens wind, hè? Stel je voor. Kijk, zelfs dit kunnen ze door, eigenlijk puur door Majerut, die daar op kop is gaan rijden. En ze gaat het nog eens doen. Fietswissel achteraan van Onesti, een Française. Peloton in meerdere stukken. Ja, dat zien we inderdaad. Nummer 52 van Amber Pate, Team Jayco. Ja, in het kamp van de felbesproken Kristen Faulkner dus. Letizia Paternoster zal daar de sprinter zijn vandaag. Huissen. Zo voor de vuistweg volgens mij het geboortedorp van Wouter van den Houten. Ah ja. We leren bij. Kopecky. Met werk in functie van de ploeg. Liever met deze kleine groep doorgaan dan heel de boel weer laten terugkeren. Movistar koerst mee. Geen Van Vleuten voor alle duidelijkheid. Die heeft weer ergens een berg opgezocht. Ja, was samen gaan trainen met Marianne Vos, zag ik. Kijk, zo worden het toch nog vriendinnen. Zo zijn vriendinnen, ja. Durf jij dat met zoveel woorden te zeggen? Ze zijn van dezelfde generatie. Die koersen al zo lang samen. Allee. En de vriendin van Marianne Vos is ook nog ploeggenote geweest van... Misschien komt het daardoor. Van, dat er een band geschept is. Annemiek, ja. Daarachter wordt er nog steeds gekoerst. Hier is het hollen en stilstaan. Nog een aantal kijkers. Met andere woorden, rensters die niet vol overnemen. Balsamo nu wel. Wiebes zelfs mee in de dans. Dat is toch het sein geven van kom op. Maak er werk van. Ja, je zag Balsamo al achterom kijken. Druk achterom aan het kijken. Dit is echt wel een positie waarin ze wil zitten. En ze wil zo graag, heel graag wegblijven natuurlijk. Mm-hmm. Dus dan moet ze gewoon zelf gaan meedraaien. En dan doet Wiebes dat ook. Bij DSM geen Charlotte Kool, voor alle duidelijkheid. Misschien wel de renster die in de sprint Wiebes het meest kan bedreigen op dit ogenblik. Is er niet bij. Verschil nog altijd bijzonder klein. Eén renster die de oversteek probeert te maken. Zou dat Bastianelli zelf kunnen zijn? Nee, het is iemand anders. Het is dus iemand van Agen Schoen. Zou het Hentala kunnen zijn? Ik denk dat het Hentala is. Ja. Die misschien het gevoel heeft, moet hier en nu gaan gebeuren. Want als de brommer daar vooraan volledig in gang getrokken wordt, dan ben ik gejost. Is dat de kopvrouw? Jawel, met nummer 2 daar binnen de ploeg van AG Insurance, Lotta Hentala. En ze is erbij. Dat is de sprong van de sprinter. Ja, maar dat kost toch krachten, hè? Ze doet het wel. Uno Wix wil daar ook het gaatje dichten. Dat zie je perfect. Daar zitten ze met 3, met 2 toch tenminste. Kun je je afvragen, doe je het niet beter? Gewoon eventjes rustig aan. En heb je net iets meer geduld? Maar nee, ze wilde zo snel mogelijk naar voren. Het gaat ook lukken nog voor die Uno X-vrouw met zijn drietjes. Van Anrooy. Lijkt op een glimlach, maar het is een grimas. Groepje daarachter nog niet uitgeteld. Voorlopig te weinig samenhorigheid. Te weinig ploegen die hier vol de handdoek opnemen. Ja, ik zie Bastianelli daar toch niet zitten, dus inderdaad... Kan nog komen, hè, ja. Want we gaan hier opnieuw naar een samensmelting. En volgens mij zit ze daar centraal in de groep. Alhoewel, we gaan het zien straks, vanuit de lucht. Nee, dat is Bujak, denk ik, ja. Dus groep 1 en 2 samen. 40 al rensters. En dan maar aanvallen, denkt Uneken. We zijn ermee weg. Van Anrooy glipt ook mee. We gaan naar de kasseien van Wanneghem-leden. Eerst door Ledendorp, licht oplopend, lastige strook. Dan naar de Huispontweg.
Straks volgende passage hier aan de streep op een kilometer of 24 van het einde. Maar op deze manier wordt het wel een afmattende koers. Jawel, en dat willen ze natuurlijk ook, hè, bij SD Works. Want kijk eens. Gewoon dat dorpje daar passerend, licht oplopend, wat dat allemaal doet, dat zijn geen hellingen, hè, dat zijn gewoon vals platte stroken. En dat is niet door de wind, hè, dat is gewoon door keihard te rijden vooraan. Jumbo-Visma ook heel actief in de wedstrijd. Van Anroy heel goed. Daar gaat Balsamo nog veel aan hebben in de finale. Weer scheurtjes. Rensters die pas waren komen aansluiten, die het alweer lastig krijgen. Nu gaan ze toch weer aansluiten, hoor. Toch nog maar eens een kasteel. Kasteel van de Gerlache. Is er ook geen kaai in Antwerpen genoemd naar de Gerlache? Ja. De Gerlache-kaai? Denk het wel. Volgende strook. Oud-Pianic. Van Movistar. En daar is Bastianelli al herkennen aan de wereldkampioenen bandjes. Dit is een vrij lange. En nog eens herhalen wat Inne tot hier toe al twee keer gezegd heeft. Bij wind kan deze strook natuurlijk een stuk lastiger gemaakt worden. Dat is vandaag niet het geval. Het zijn nog altijd kasseien en je moet er nog altijd over. Maar je hebt niet het spel van de wind. Jumbo met zijn drietjes vooraan. Beekhuis, Henderson, Oudeman, Rietman, Ruech en Veenhoven. Veenhoven ondertussen helaas afgevoerd. Voorlopig de eerlijst dus helemaal Nederlands gekleurd. Mieke Dox. Rensters van Lotto Destiny, inderdaad. Ja, Mieke Dox toch aan een sterker seizoen bezig, hoor. In Samijn ook sterk gereden. Is het ook het eerste jaar, denk ik, dat ze alles op de koers kan zetten. Hè? Je werkte tot vorig jaar nog bij Flanders Classics, geloof ik. En nu volwaardig profrenster. Faulkner? Ik wou eigenlijk net hetzelfde denken. Of zeggen. Ja, ze gaan daar op de kop zetten. Christin Faulkner. Voor Team Jayco. De renster die dus veel over de tongen ging. En dat nummer is dus, 51. Dat is dus niet demareren. Niet als zij doet, zij komt daar gewoon rustig aan op rechts, links in beeld. Ze gaat dan naar de kop. Ze rijdt gewoon in de beugel onderaan. En ze geeft gas. Maar de rest geeft ook gas en komt bijgesloten daar aan een van de vele molens die dit landschap rijk is. Van Anroy die niks laat rijden en Unneke is de waakhond bij SD Works. Lonneke Unneken. Terwijl hier bovenop Nokerenberg ondertussen een andere Nederlander staat te wachten om een plaatje te schieten. Dus Leon van Bon, snelle man, ex-Nederlands kampioen. Ja, jij bent hier echt naar iedereen aan het zwaaien. Zo, ja. Hè? Je bent zo precies, zwaaien niet, ik ben aan het kijken. Hè? Ben aan het kijken. Ja, je zwaait ook af en toe. Eens, hè? Ook de heer De Wolf is hier alweer gesignaleerd. Is hij er? Ja, zeker. Uiteraard. Wanneer is Dirk er niet? Dirk was er zelfs vorige week op de afgelaste Gooikse Pijl. Oh. Zelfs dan, als de koersen afgelast worden, het is hij erbij. Vreselijk. Het was een vreselijke beslissing om te nemen. Maar het was niet veilig genoeg. Mm-hmm. Nogmaals, hard onder de riem voor de organisatoren daar. In het Pajottenland, op naar volgend jaar, mannen. Is dat Wiebes zelf? Denk het wel. Aanval is de beste verdediging, hoor. Kijk eens. Helaba. En Balsamo is mee en Henderson is ook weer mee. En is dat Bastianelli? Dat is Bastianelli. Amai. Het zijn constant dezelfde namen, hè. Steven kwartet. En Hentala, denk ik, daar het gaatje aan het dichten. En is het Kopecky die het een keer meeschuift, alleszins uit het kamp SD Works. Bastianelli, winnares in Samijn. Met de goedkeuring van, weet je nog, Confalonieri. Dat was een onderrondje. Dat was goed gesproken. Wiebes wel met een opmerkelijke move. Is sterk, hebben we gezien in de omloop het Nieuwsblad. Heeft de boel daar ook overleefd en uiteindelijk naar plaats 2 gesprint. Dit is het volledige pakket. En dat zal het pakket worden waarmee we het gaan doen, denk ik. Ja. De volgende groep wordt op 40 seconden gemeld.
Het is de korte Hoevenstraat. Enfin, ze heet Hoevenstraat, maar ze is kort. Het tempo mag er even uit van Wiebes. Op naar een volgende keer in Okerenberg. Alles goed aangegeven, links, rechts. Veel mensen op de been voor deze nokere koersen. Honderden vrijwilligers. Koers die volledig op vrijwilligers draait. Chapeau. Mensen die daar niet alleen vandaag, maar de voorbije weken al hun dagen aan hebben opgeofferd om dat hier rond te krijgen. Voilà, we draaien de grote weg op. Ja. En dan meteen richting het ronde punt naar links. Een stukje bevoorradingszone. En dan zijn ze bijna opnieuw aan Nokerenberg. Is wel een grief, hè? Zo'n papiertje recht van jou. Ja, ik kijk af en toe eens naar rechts. Maar ik heb er net gereden, hè, dus ik kon het nu eigenlijk ook zonder het papiertje gezegd hebben. Daar heb je Uneken weer. En dit is demareren, denk ik. Of toch een poging tot... Het is wachten tot er iemand echt een zware snok aan geeft en de boel hier op elkaar geranseld wordt. Voorlopig is het spielerij. Ik krijg hier het sein dat we nog een interview te hebben klaarstaan. Heel graag trouwens, al denk ik niet dat ze op dit moment nog in deze groep vertoeft. Hoewel, daar zie ik een vrij grote renster met een blauwe trui. Dat zou een eventuele trui van Julie de Wilde kunnen zijn als we daarop gaan inzoomen. Ziet u dat daar centraal? Ik denk het wel. Dus het zou kunnen dat Julie er nog bij is. En we hebben die uiteraard ook gesproken vanochtend bij de start. Chris Picavet heeft dat gedaan. Laat ons maar even gaan luisteren naar de revelatie van vorig jaar. Vanuit Belgische hoek dan tenminste. Julie de Wilde. Julie de Wilde, is het sowieso rijden voor de tweede plaats met Lorena op zo'n aankomst? Goh, dat zou ik niet durven zeggen. We zijn zeer gemotiveerd en we hebben wel een plannetje klaar. Omdat deze koers een beetje in twee delen kan verdeeld worden? Ja... er zitten wel wat kasseistroken in en ik denk dat er zeker wel een verschil kan gemaakt worden. Ik denk toch dat het een sprint gaat zijn met een kleiner groepje. Maar je weet maar nooit. Hè. Want ja, een paar dagen geleden zag het er naar uit dat er heel wat wind ging zijn. Die is helemaal weggevallen. Dat krijg je toch wel helemaal andere omstandigheden nu. Ja, ik vind dat wel wat spijtig dat er niet zoveel wind is. Maar ja, ik hoop toch dat er gekoerst wordt vandaag. Dat plannetje waarover je het hebt, kan je daar iets van ontluiken? Het was eigenlijk niet gepland dat ik geen koersen vandaag. Maar nu dat ik meedoe, gaan we er het beste van maken. En ja, we willen echt wel voor een resultaat gaan vandaag. Met een sprint die jij in de benen hebt, kan je daar toch wel iets doen op Nokerenberg ook? Goh ja, ik denk dat ik zeker, als ik goed geplaatst zit, weet ik zeker dat ik vooraan kan sprinten. Maar ik moet wel vooraan zitten natuurlijk. Ja, want dat is inderdaad cruciaal in Nokeren. Je moet daar ja, top 5 beginnen aan Nokerenberg. Wil je echt kans maken? En dan nog heb je natuurlijk Lorena Wiebes. Ja, ik weet het. Maar het is niet omdat Lorena meedoet dat wij dat ook niet kunnen. Ik denk dat we gewoon moeten proberen om zoveel mogelijk vooraan de laatste bocht in te draaien. En dan vol naar beneden te rijden. En ja, komt ze er nog over, dan komt ze er nog over. Maar dan hebben we het toch geprobeerd. Als je dat zegt, ik was niet van plan om hier te starten, waarom dan toch wel? Goh, ik voel dat ik nog wel wat wedstrijdritme nodig heb. Ik had er eigenlijk wel enorm veel zin in om toch te koersen. Dus sta ik aan de start. En goesting doet veel, hè? Ja, dat is waar. Ik weet zeker dat het leuk wordt vandaag. Dankjewel. Ze is mee. Ze zit erbij, we hebben haar goed herkend daarnet in dat close beeld. Julie de Wilde heeft de slag overleefd en doet dus nog mee voor een prijs. Zullen we eens even gaan kijken zo meteen naar hoe die finale dan uitgetekend is. Dit is de S-bocht. En dan heb je een beetje verder die trechter waar ze vroeger rechts afgingen. Daar gaan we nu nog een beetje rechtdoor om dan dus haaks liever rechts om te gaan. Klein pelotonnetje. 35? Ja. Zoiets. Gokje, hè? 30, 35. Zoiets. Ja. SD Works. Machtig en krachtig. SD Works. AG Insurance daar toch ook met drie rensters hier nog voorin. Majerus, Marcus Guarici, Kopecky, Wiebes,
Uneken. Luxe. Goed in beeld met nummer 74 aan het wiel van Lotte Kopecky, Julie de Wilde. Balsamo op links. De waste zone. De zone waar je dus het ene en het ander kan weggooien. Dit is een achtervolgende groep. Die komen nu pas in die S-bocht met veel vrouwen daarvan. Phoenix. Ja. Proberen nog bakens te verzetten, maar ja, begin er daar maar eens aan op een minuut. Ja, nog Tan Schweinberger is mee, De Wilde is mee. Dus dat hoeft niet echt. Voilà, dit is hem dus. We zijn een beetje doorgereden en dan is dit net iets meer dan 90 graden, waardoor het peloton, vroeger kwam men hier rechts uit, ja. Dat smalle weggetje. En ik ben er dan net verkeerd gereden. Ach, ja, maar ja, ja, ja. Voorbereiding is alles, hè. Ja, het is waar. Ja, was hier vroeger dan mij, dus. Veel vroeger. Veel vroeger, inderdaad. Vroeger. We moeten het zeggen zoals het is. Veel vroeger. Zeer veel vroeger. 33 seconden nog. We duiken naar Nokerenberg. We gaan ze zo meteen opvangen met de vaste camera. Is dat een locatie waarop er nog eens geschud gaat worden? Of houdt men dat voor een volgende passage van de Lange Ast? Waar men het daarnet ook uit elkaar ranselde. Daar de Boplanbocht. Kijk eens, het is één gele slang doorheen het Nokere dorp. Alles voor de veiligheid, hè? Zeker, zeker, zeker. En het is hier nodig. Maar dat is nodig, want het draait hier altijd een beetje. Het draait hier en de kasseitjes. Dat maakt het ook wel wat gevaarlijk, maar op die manier perfect opgelost. Tweede passage. Hierna opnieuw. Nog één keer. Nee, opnieuw Majerus, hè. Voelt zich heel goed. Kopecky... in het wiel. Ook goed hoor. En als het even kan, straks zien we haar nog wel een move doen. Jumbo-Visma met zijn drietjes. De gele hemden. Majerus sterk. Heel sterk. Het verschil zal teruggevallen zijn naar 32 seconden. Kan dat? Vraagteken. Is dit achteraan Faulkner met het nummer 52 als dat goed is, of 51, zo is het 51. Kristin Faulkner, ja. De Amerikaanse, zeg maar, afkomstig uit Alaska met dat bijzondere levensverhaal. Ex-werknemster op Wall Street. Heel verstandige vrouw. Veel geld verdient daar en dat mag voor alle duidelijkheid. En dan toch maar de passie van de koers gevolgd. Doe dat maar eens, zeg. Als je het zo al voor elkaar hebt... Om dan nog te zeggen, wel, ik laat dat hier nu allemaal achter en dan, ik ga op mijn fiets kruipen. Ja, dan is het echt voor de passie, want voor het geld zal het niet zijn. Daar verdienden ze veel meer als ze op de beurs werkten. Maar chapeau. En ook de manier waarop hij is. Ze kiest heel vaak voor de aanval. Ondertussen komt Burlova hier ook nog gepasseerd van de Lotto Destiny. En dan is het geloste... het geloste peloton. Dat zijn met veel... De geslagenen, zoals dat dan heet. Ja. Zonder dat ze echt geslagen zijn, natuurlijk. Daar wil je liever niet in zitten, natuurlijk. Nee, maar iemand moet erin zitten. Zien we daar nog gekende namen. Boujac onder meer. Ja. Even groot groepje. Aanval DSM. Met Poeier. Is dat Koch? Zou kunnen. Er wordt gezegd Hengeveld, Danique Hengeveld. Naam hebben we nog niet moeten uitspreken van ons leven. Nee, dat is toch iemand die goed kan tijdrijden, goed kan sprinten ook. Het is een beetje een allrounder. Een sterke vrouw, hoor. Valt even stil daar. Dan nu toch reactie alweer van SD Works, heb ik de indruk. Maar waar rij je naartoe? Zou José de Kouwer zeggen. Op je eentje. Was dit vorig jaar niet de strook waar Kampenaerts het verschil probeerde te maken met zijn groot buitenblad? Zijn wat had hij toen gestoken? Zijn 58 of zijn 62? Ja. Dat was speciaal. Nee, dat was in dwars door Vlaanderen. Maar ze passeerden toen ook over Nokerenberg natuurlijk. Geen kool in dit kamp. Dus ze moeten niet voor een sprint rijden.
Bijzonder dat hij niet deelneemt hier. Het zou wel een wedstrijd voor haar geweest zijn. Klopt, ja. Charlotte Kool. Ik weet niet precies hoe haar programma eruit ziet. Weer weg van de grote weg. Ik heb mij trouwens ook laten vertellen dat, maar dat hebben we nog niet helemaal in beeld gekregen, denk ik. Dat er zelfs speciaal voor deze wedstrijd een weg die opengebroken ligt, dat daar 100 meter asfalt gelegd is, zodat men toch die weg kan kruisen en dus het parcours kan verder zetten zoals men het kende. Zo ver gaat men hier, zo zot is men hier van de koers. Dat is ook zo, hè. Als ik wedstrijddirecteur was in Oetingen, dan wordt daar ook constant op de dag voordien nog gebeld naar de politiezones van kunnen hier nog wat putten opgevuld worden. Dat wordt dus gedaan, hè. Effectief. Hè. En die mannen zijn daar dan binnen het uur, zijn de mannen van de gemeente daar ter plaatse om het akkefietje te gaan oplossen. Kool is ziek, wordt gemeld. Dankjewel. Natasha Knaven. Ja, ze staat erop voor Brugge de Pannen, daarna Gent-Wevelgem. Dus we hopen haar dan terug te zien om in duel te gaan met haar ex-ploeggenoten natuurlijk, hè, met Wiebes. Heb jij nog even zin om te luisteren naar Balsamo? Zeker. Oké, Elisa Balsamo, de Italiaanse kampioene. Laat maar komen. Elisa, this is Flanders. This is your territory. Are you ready for it? Valpartij, we hebben het er even uitgehaald, Balsamo. Dit konden we natuurlijk niet laten passeren, want Hengeveld is stevig onderuit gegaan. In die bocht moet haar voeten nog, of schoentjes liever, uit al klikpedaal krijgen. Lag daar vettig, binnenkant bocht. Opgelet. Straks eventueel nog Balsamo. Ja, daar rij je op kop, heb je een gat voor jezelf bij elkaar gereden. En zwiep tegen het naderwerk. Danique Hengeveld. Ja, waarschijnlijk in die steentjes wat terechtgekomen aan de rechterkant van de weg. En dan uitgeschoven. Mm-hmm. Iets te veel power gezet in de bocht. Vermoedelijk. Jij mag de replay beoordelen, Inne. Afkomen van de kasseitjes. Ja, ik kom van die kasseien. Eens even kijken. Het is eigenlijk gewoon een zwieper. Ze doet eigenlijk niets verkeerd. Hè. Een plek die daar wat nat ligt. Daar kunnen nog wat steentjes blijven plakken van op die kasseien. En dan is daar een alerte mevrouw die achter de nader staat en die zegt tegen de rest rustig aan. Je valt hier ook. Ze is ermee weg. Wat ze daarnet voor had, heeft ze nu achter. Ja, koers voorbij. Ja, ze mag gaan achtervolgen. Danique Hengeveld. Jammer. Charlotte Kool rijdt inderdaad Brugge de Pannen, daarna Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix en de Gold Race. Dat zijn de volgende wedstrijden op het programma. Volgende kasseistrook. Ze volgen elkaar snel op, zoals gezegd, in nokere koersen. Herlegemstraat. Kort en krachtig. Unuken en Magerus. De waakhonden. Ja, dat zijn eigenlijk de twee stukken kasseien die er het slechtste bij liggen daar. Dicht bij de grote baan. Zullen we voor een tweede kans gaan? Ja, het interview. Elisa Balsamo. Elisa, this is Flanders. This is your territory. Are you ready for it? Yes, I always really like racing in Belgium, in the Flanders, and so I'm very happy to be there today. I'm sure that it's going to be a very hard race, but we will see. What are the possibilities with Lorena at the start? Yes, we know that she's a very fast rider, and of course we will try something with all the team, maybe some breakaway, and I think that today there is not so much wind, so yes, we will try something. Can you surprise Wiebes in the sprint? I really like to try to beat her, of course, and I know that she is very fast, but I'll try my best. What are the possibilities here to get rid of her, perhaps? Cobbles? Yes, maybe cobbles, or we know that she also has a very strong team, so as I said before, maybe we can try with some breakaway, or we'll try to surprise her, for sure. Thank you very much. Wiebes proberen te verrassen en proberen te kloppen. Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Hè. Komt daar nog eens bij dat Wiebes dit jaar in een nog sterkere ploeg rijdt. Dus constant rensters heeft die voor haar dit soort van schermutselingen kunnen opvangen. Ze moet zelf niet meespringen. Ze heeft hier genoeg knechten die dit kunnen doen voor haar. Ja, ze hebben altijd een backup plan, een ander backup plan en nog een backup plan. En we hebben net Julie de Wilde zien meeschuiven naar voren. Naar het wiel van die Movistar-renster.
Denk je dat het vanaf nu recht toe recht aan voor de SD Works vrouwen is naar de sprint? Of zie jij Kopecky nog wat ondernemen? Ja, ik denk dat als er nog iemand iets zal ondernemen van SD Works, zal het inderdaad Kopecky zijn. Maar je ziet ze constant de wedstrijd onder controle houden. Het zou mooi zijn, hè? Moesten ze Kopecky nog een vrije rol kunnen geven hier in de laatste 25 kilometer wedstrijd. Bianique, goede sterke Française, die ook al een aantal jaren daar in het kamp van Movistar rijdt. Het Movistar-kamp dat dus stevig versterkt is met de komst van Makkay, met de komst van Lippert, die weliswaar hier niet aan de bak moeten. Ze rijden hier met Martin González Gutierrez Rodriguez Sierra. Niet Sierra. Traag. Nee, Sierra, de beste sprinter van de ploeg Movistar. En Bianique dus. Op 22 kilometer van de streep. Bianique, u reed ook al top 10 in Omloop het Hageland. Dus houdt wel van de kasseien. Faulkner vanuit de zetel. Schweinberger, de Oostenrijkse kampioen, net voor haar. En Mieke Doks ook nog altijd mee, mooi mee. '53 is Paternoster. Sprinster, Italiaanse, Pistier, goede renster, jong. Maar moet nog wel de eerste grote uitslag uit haar carrière rijden op de weg. Klopt. Met 141 komt hier aan onze neus voorbij Julia Borgström. Die vroeg assistentie een hele tijd geleden en dat is er misschien wel gekomen, maar dat heeft haar niet meer in wedstrijd gebracht. SD Works nu vol in het verweer. Wanneer beginnen we aan die lange ast? Laatste keer. Ik kijk even op mijn papieren. Kilometer of 10 van het einde. 10,5 zie ik hier ondertussen op mijn papier. Oh, klopt. Dat punt gaan we dus moeten bereiken. De lange ast. Ik denk dat ook SD Works daarop timed. Om vandaar eventueel met een klein groepje en na wat we gezien hebben, Wiebes zal die slag zeker overleven. Daarvoor is ze meer dan goed genoeg om met een klein groepje dan door te trekken richting finish hier in Nokeren. Ja, en dan zullen we zien welke sprinters daar nog aanhangen. Hentala, Balsamo. Bastianelli. Ik blijf het een knap verhaal vinden van Lotta Hentala, vroeger Lotta Lepisto. Amai. Heeft ook heel uitgebreid haar verhaal gedaan in de media over het feit dat ze echt mentaal diep heeft gezeten. Hè. Heeft te kampen gehad met een depressie, hè. Dus en was dat voor haar comeback? Hè? Stond daar dan iets in van, was het een postnatale depressie? Of was nee, het... want ze had nog geen kindje gekregen op dat moment. Toen, ja. Dus het ging allemaal heel goed. Ze reed toen ook voor trek, dacht ik. Mm-hmm. Is daar dan bij, volgens haar, net iets te weinig in begeleid geweest op mentaal vlak. Had ook een hele strenge vader, want mijn zus heeft nog in de ploeg gereden met Lotta Lepisto in der tijd. En zij herinnert zich dat ook van een vader die heel veel druk op haar legde. En ze heeft daar een heel mooie interview over gegeven, een tijdje terug. Maar dan toch teruggekrabbeld, kindje gekregen en dan een fantastische comeback bezig. Ja, kunnen we alleen maar onderstrepen. Hier opletten, dit is de Van den Bulke rotonde, dit is de Hansen rotonde. Daar zit zo'n bultje in, hè? Er is zowaar een bergprijs uitgereikt, of men is daar toch aan bezig. De eerste passage was voor Kopecky. 5 punten voor Henderson en Sanguinetti. Majerus die heeft de tweede passage gepakt voor Ruweg en Kopecky. Kopecky staat dus voorlopig aan de leiding. 6 punten. Maar er worden nog 5, 3 en 1 punt uitgedeeld aan de streep straks hier boven op Nokerenberg. Wie wint mag voor €1.500 gratis gaan tanken. Ah ja? En de naft staat duur, hè. Amai, dat is wel... het is gewoon een cadeau, hè. Kasteel van Aishoven. Bianique heeft toch een mooi gaatje op 20 kilometer van de finish.
Maar dit mag natuurlijk wel, hè, van SD Works. Dit is perfect controleerbaar. 1 renster, 100 meter. Je kan je 3 rustig laten rijden. Die kunnen nu hun wedstrijd nog afwerken die ze moeten afwerken. Dit drietal van SD Works, die hebben al veel gegeven. Je zit met Kopecky, Wiebes, die perfecte finale onder elkaar kunnen afwerken. Stel dat Kopecky er niet van weggeraakt en ze komt daar in een groepje met Wiebes van pakweg 10 rensters, dan kan ze het vanaf dan controleren voor Wiebes. Dus ik denk dat ze het redelijk goed voor elkaar hebben op dit moment bij SD Works. Absoluut. Het zijn eigenlijk de 3 ploegen met de grootste sprinters hier. SD Works voor Wiebes, AG Insurance voor Hentala en daarachter Jumbo-Visma voor Anna Henderson, die ook al meegegaan is in ontsnapping met Kopecky. Komt hier ook naar voren. En Julie de Wilde. En Julie de Wilde. Kan die ons verrassen? Ja, mogen we daar nog iets van verwachten? Graag, hè? Ze had een plannetje, zei ze toch? Ze had een plannetje. Zal daar straks wel ergens een wiel gaan zoeken, denk ik. Een zeer bekend wiel. Nu al in de buurt van Wiebes. Moet daar enkel nog paternoster tussen laten. Het groepeerwerk. 155 meter is het verschil. Dat is 16 seconden. Dat is ongeveer de snelheid die Usain Bolt ook zou ontwikkelen over 155 meter. Om maar iets te zeggen. Ja, mooi. Zeer, zeer, zeer ondankbaar, deze ontsnappingspoging. Aan de andere kant, je laat je wel opmerken. Ja, en je zet ook Sierra in een zetel op die manier. De sprinster van Movistar, dus eigenlijk perfect werk aan het leveren voor de ploeg. Klein, klein beetje wind rechtsvoor, dus deze vorming van een treintje. Op 18 kilometer van het einde. Komende zaterdag, schande, o schande, geen Milaan-San Remo voor vrouwen. Wie gaat daar nu eindelijk eens vervanging of verandering in brengen? En sommigen zeggen dan, er is nog geen Milaan-San Remo voor vrouwen. Maar er was ooit wel een Milaan-San Remo voor vrouwen. Ja, maar of dat hij er ooit was of niet is, hij moet er komen. Opnieuw. Punt. Hij moet terugkomen. Ja. Maar hoe zit dat nu precies met uw UCI-regels? Ik dacht of meende te zeggen of te lezen dat elke World Tour-wedstrijd bij de mannen ook een wedstrijd bij de vrouwen moet hebben. Ja. En dat die ook nog eens live moet gecoverd worden op televisie. Maar hier is dan een uitzondering. Of is er die samenwerking met de Trofeo Alfredo Binda? Is dat dan hun alternatief? Ja, maar is dat dezelfde wedstrijd? Nee, toch? Nee, dat is geen Milan-San Remo. Ja. Trofeo Binda, ook een heel zware wedstrijd trouwens, hoor, voor vrouwen. Een van de oudste wedstrijden, denk ik, op de kalender, op de vrouwenkalender. Ik heb er zelf ook nog een paar keer gereden. Ja, lastige aankomststrook. Waar Vos een aantal keer heeft toegeslagen in het verleden. Maar dus, niet dat de Italianen naar ons luisteren, hoewel, dat dachten we met Tom over de Colnago-fiets ook, hoewel het Dirk was die daar de kat de bel aanbond. Ja, dat was bijna, Dirk, maar Dirk bijna was zelf de fout. Maar in ieder geval, je zou denken, de Italianen luisteren niet, maar ze luisteren wel, dus we gaan het hier dan toch nog maar eens luid en duidelijk zeggen. Milaan San Remo, hallo, Italië. Wanneer is het zover? Ik dacht ergens gelezen te hebben dat het dit jaar al zou gebeuren. Nee, maar blijkbaar, ze zullen eraan bezig zijn. Ze zullen ermee bezig zijn. Ja. Maar de kalender voor vrouwen is nu echt ook al best wel goed gevuld, hoor. Zeker, zeker. Maar dit weekend had hij erbij kunnen. Hè? Klopt. De vrouwen van SD Works gaan nog wat eten. Een gelke, de laatste 15 kilometer. Nog wat extra suikers. En dan volgt iedereen het voorbeeld. Mm-hmm. En straks dus de rush naar de lange ast. En daar zullen deze 3 vrouwen zelfs nog mee bezig zijn, want die mogen zich niet laten overroelen straks door al wat nog opkomt. Dus die moeten nog een klein beetje reserve houden om hun kopvrouwen, Wiebes en Kopecky, daar af te zetten en dan te zeggen, doe nu maar jullie goesting. Deze Oud-Bianik is 31 jaar voor Movistar, was inderdaad ook al top 10, zoals Inde zei, in het Hageland 8e. En won het Frans kampioenschap op de weg in 2018. Kom solo binnen. Maar heeft de bandjes op deze trui alleszins goed verstopt. Haar mouwstukjes zijn over de tricolore van Frankrijk getrokken. Het is woensdag. We zijn 1 uur. School is uit.
Mensen zijn thuisgebleven. Even de deur uitstappen als ze de helikopter in de verte horen ronken. Dat is Vlaanderen, hè. Dat is Vlaanderen. Dat is koers. Mijn kinderen denken dan nog altijd bij de minste helikopter dat ze in de lucht zien of horen. Dat er sowieso koers is. Dat er koers aankomt. En jij woont aan zee, dus ja. Als er af en toe de zieken overvliegt. Dat gebeurt wel af en toe, ja. Julie de Wilde die daar lonkend naar het wiel van Wiebes. Ja, dat is typisch Julie de Wilde. Zij kan zich echt goed positioneren, heeft ook nergens schrik voor. Ook de manier waarop dat ze praat. Zij neemt het zo allemaal op het gemakske. Allee, ze doe maar. Hè. Als je het niet probeert, dan lukt het niet. En dat zie je ook bij haar in de wedstrijd. Als zij ergens in een wiel wil zitten, dan geraakt ze er wel, hoor. En Wiebes heeft dan weer Kopecky als uitstekende gids. Kopecky, voor zij die wat later zijn ingeschakeld, die heeft al behoorlijk wat hooi op de vork genomen. Op een kilometer of 55 van de streep was er een aanvalspoging, tot twee keer toe zelfs van Lotte Kopecky. Die heeft uiteindelijk een kilometer of 10, 15 gedragen, die ontsnappingspoging. Dat was nooit helemaal vol. Dat was uiteindelijk vooral met Anna Henderson, de Britse van Jumbo-Visma, maar veel meer dan een half minuut kregen ze niet en dan had het ook weinig zin om aan te dringen. En dus was er een verstandige keuze van Lotte Kopecky om zich terug te laten inlopen, de krachten weer wat te sparen. En zo meteen verwachten wij tenminste, we kunnen er ook los naast zitten, dat op de lange ast de boel aan Vlaarden gereden wordt. Deze Bianic won in 2018, het jaar waarin ze ook Frans kampioene werd, de proloog van de Lotto Belgium Tour, dat heeft Tineke zo pas netjes opgezocht. Versloeg daar Janne Marcus en Anoushka Koster. Kopecky die werd toen vijfde op 4 seconden. Spreek wel over 5 jaar geleden. Ja, als je zo haar resultaten bekijkt, dan zie je dat die resultaten inderdaad van een aantal jaren geleden zijn. Maar dat komt natuurlijk omdat ze meestal in dienst rijdt van een Annemiek van Vleuten. Is daar echt een superknecht voor Van Vleuten. Cijfert zich heel vaak weg en dan is het altijd mooi om zo'n renster ook in de aanval te kunnen zien. Meer dan 20 seconden krijgt ze niet. En zo meteen komt de sprint richting de voet. We gaan door Huissen. En dan gaan we richting de lange ast. Buitenrijden Ouwegem. Van Anrooy, wat heeft zij nog in haar mars? De signalisatie van Boplan, de gele signalisatie die ondertussen in Vlaanderen toch al heel erg ingeburgerd is, ook hier vaak gebruikt. Toch wel ferm eigenlijk als je soms naar wedstrijden in het buitenland aan het kijken bent, hoe wij met die veiligheid bezig zijn. En dan soms nog zijn we ontevreden. En terecht, want de ontevredenheid zorgt voor groei en zorgt voor beterschap. Maar toch, je moet ook durven erkennen dat we wel al ver staan. Ik heb het ooit eens laten testen voor een video. Ik denk dat het voor het Nieuwsblad was. Waarin Belay, niet Kenny Belay, maar de broer. Wesley. Wesley Belay, zo met een trial bike, zo tegen de Boplan aan. Ja, schurkte. Om te kijken wat het eigenlijk doet. En het veert zo'n beetje mee. Hè. Dus als je er tegen komt gebotst, zorgt het ervoor dat de impact... Het absorbeert de val eigenlijk. Ja, het absorbeert eigenlijk een beetje de val. Zo klopt. Dat klopt. Ja, getest en goedgekeurd. Voilà. Dit groepje rijdt ondertussen al een hele lange tijd samen. Dat waren aanvankelijk 2 groepjes na de vorige passage op de lange ast. Dit is trouwens de baan richting de lange ast. Daar wacht hij. Dan gaan we rechts af. En dat is de aanloop richting de kasseitjes. Daar gaat Bianic nog wel aan mogen beginnen. Maar of ze boven nog op kop rijdt, dat is een ander paar mouwen. Ja, ik ben benieuwd wat we gaan zien uit het kamp SD Works. Gaan ze er meteen aan beginnen? We gaan van 24 naar 22. En dat is misschien wel het teken dat men er daar achteraan werk van aan het maken is om zich te positioneren. Niet per se om deze bij de lurven te vatten, maar gewoon positie kiezen. Voilà. Unneke. Femke Marcus hier op kop. De vrouw van Serrette zit in het wiel. En Wiebes goed naar voren. Nu willen ze allemaal komen natuurlijk. Maar Gerus, wat heeft hij nog?
Dus heel erg wringen nu. Voilà, Magerus. Sterk toch hoor, die Luxemburgse. Daar kan je dus 6 huizen op bouwen. Hè? Dat is ongelooflijk. En ook geen super opvallende renster in haar uitspraken of zo. Hè. Maar dat is echt een ik zal ze wel graag in mijn ploeg ploegmaat hebben. Ja, om u tegen te zeggen. Ja. Even wat smal. En zo meteen naar links. Voilà. Iedereen er vlotjes doorheen. En nu is er nog een heel klein beetje tijd om op te schuiven, maar niet te veel, want hier is hij dan, de lange Ast. En wat gaat hij geven? Daarnet Breukjes. Voorlopig stilstand. Pianik. En dit is spierballengerol. Wat had u verwacht? Marcus op kop. En dan is de vrouw van AG Insurance. En iedereen wil natuurlijk mee zijn. Bastianelli, goed. Kopecky aan het wiel van de Italiaanse. Wiebes, goed. Is het Hentala zelf. Henderson nog altijd op de voorposten terug te vinden. Hier krijgen we, denk ik, een versnelling van Kopecky. Is dat zo? Dat is zo. Hier gaat Lotte. Ja. Voorbij Lotta. Dit is een versnelling om de groep te laten scheuren en misschien zelfs ervan weg te rijden alleen. Dit is vol, met andere woorden. En hoe lang houdt hij van de Emiraten dat uit? Ze rijden er heel vlotjes van weg, hoor. Haar demarages dit jaar, je mag zeggen wat je wil. En die zijn in orde. Die zijn toch straffer dan de afgelopen jaren, hoor. Absoluut, absoluut. Kijk, de rest, Parcheggio. Toch in vergelijking met de snelheid die Kopecky vooraan ontwikkelt. En die van de Emiraten doet dat wel goed. Die is daar netjes in dat wiel gekropen. Meteen naar Pianik. Ze zijn er al. Komt er assistentie? Dat is de vraag. Is het Gasparini van UAE die mee is? Moeten we even bekijken. Ze vraagt om over te nemen. Aan de blik te zien komt dat er niet meteen. Dat zal ze niet doen, want ze heeft Bastianelli natuurlijk achter zich rijden. Mm-hmm. Ze kan zich perfect verstoppen achter het teamspel. En dan is het aan Lotte Kopecky om door te rijden. Twee vrouwen die... Het is Gasparini inderdaad. Twee vrouwen die een sprinter achter zich hebben rijden. Gasparini heeft Bastianelli en Aude Pianik heeft Arlenis Sierra. Moeilijke situatie. Doortrekken tot op de volgende kasseistrook. Kan er daar nog wat? Maar dan kom je natuurlijk al met zoveel op kop te rijden redelijk gebakken toe op die kasseistrook. Dan word je getest, hè. Dan word je getest om te kijken hoe... dat is moeilijk. Hè. Als ze het er niet willen overnemen, dan... Nu wel, hè. Nu wel. Toch wel. Mogen we niet. Bericht tussendoor. Tom Pidcock past voor Milan Sanremo. Lichte hersenschudding. Oké. Okay. Twee keer gevallen in Tirreno. Er valt te veel, zoals Jan Bakelands ook al op sportza.be zei. Dit is nog eens Lotte Kopecky die de rest uit haar of hun kot lokt. Kom op, jongens. Kom aan, Gasparini. Meisjes in dit geval. Komen natuurlijk zo meteen in het volgende kasseigedeelte. Dit is Leden. En in Leden gaat het ook lichtjes bergop. U weet nog dat het daar in de vorige ronde ook kraakte in alle geledingen. Dat is nog een mogelijkheid om er wat mee te doen. Hop, hop, hop. Op dat voetpad. Ja. Even die kassei. Wat doet men in de achtergrond? Dat is ook een hele belangrijke vraag natuurlijk. Hoe zit het met de organisatie daar? Daar zal het aan Jumbo-Visma zijn. Zal het aan AG Insurance Soudal Quickstep zijn. Trek. Aan Trek. Dus er is nog wel wat volk dat kan rijden, met andere woorden. Maar ze zijn daar nog niet uit gegroepeerd in de achtergrond. Nee, dat heeft nog wat meer weg van demareren om er van weg te rijden. Diepe finale, 10 kilometer nog, die ons naar Nokerberg gaan brengen. Jumbo-Visma, inderdaad. En Van Anroy. En AG Insurance voor Hentala. Genoeg volk nog om te werken. Dat met zekerheid. Magerus zit daar in een vijfde positie om de boel wat op te stoppen. En dit dan, is voor Balsamo. Van Anroy zal het zelf gaan doen. Mm. Dat is diep gaan. Diep in de tank. Romy Kasper
van AG Insurance. Je kan natuurlijk ook argumenteren, ja, het kamp van de Emiraten. Als we meerijden met Lotto Kopecky, zijn we waarschijnlijk toch 2 of 3. Of misschien winnen we wel, want misschien is het te kloppen. Zijn we zeker dat Bastianelli Wiebes gaat kloppen? Die vraag kan je ook stellen. Hè? Waarschijnlijk niet, hè. Tegenaanval. De tegenstoot. Dat bevordert natuurlijk de werken achteraan niet. En ik denk dat ditmaal wel Koch is van team DSM. Met veel bravoure, dat wel. 9 kilometer nog. Magerus aan het wiel. Dat wordt dus zo meteen een overname die geen overname is. Voilà. Van Anderooy kijkt los in de kijkers van een SD Works vrouw. Koch. Mogelijk. Rechts, links. 11 seconden nog. Weinig. Zometeen de kasseien van Leden. De Huissenpontweg moeten we nog over. De Hoevestraat. En dan nog eens Nokerenberg. Dit is vechten tegen de bierkaai natuurlijk. Kan dit? Vraagteken. En wat doet Bianik? Ja, kan dit? Dat zal ervan afhangen hoe snel Lotte Kopecky het op haar heupen krijgt, enerzijds. En hoeveel de anderen willen meewerken. Hè. Faulkner rijdt een vreemde koers. Ja. Nu, ze heeft natuurlijk al wat meegemaakt de laatste week. Als je derde plaats ontnomen wordt in een World Tour koers, zie je toch niet graag gebeuren. En het lijkt er naar uit te zien dat de DSM-vrouw gaat terugwaaien. En hoe lang houdt Van Anrooy dat dan nog vol? Ja, dit kan zo'n momentje zijn waarop het weer gaat stilvallen dan in het peloton. Kopecky. Die wil Sanguinetti er nu wel los van afrijden, als het mogelijk kan zijn. Binnenrijden van Leden. Dat gaat er wat bergop op kasseitjes. Bianik. Sanguinetti de mond wijd open gesperd. Happend. Het is tempo. Sanguinetti. Gasparini zeker? Met een heel grote verzet. Of inderdaad, Gasparini, excuseer. En dit is terugwaaien. En Van Anrooy moet het voorlopig oplossen voor de rest. Ja, voor Balsamo vooral. Hè. Wel sterke, zeg. Zeker, ja. Voor haar eerste wedstrijd hier inderdaad. Amai. Weer op de weg. Kijk, Jumbo-Visma gaat op... Dat is Henderson. En Balsamo zelf, klein verzetje ernaartoe. Ja. Georganiseerd is dit niet, hè? Nee. En dat speelt in het voordeel van de rensters vooraan. De SD Worksen houden het daar onder controle. Kijk, ja, dat is te snel vragen eigenlijk om over te nemen. Hè. Je bent net gaan demareren. Rijd dan net iets dat tikkeltje langer door, vooraleer je elleboogje zet. Je hebt gelijk. Want dan valt het gewoon weer stil. Alles op de spreekwoordelijke zakdoek. Kleine verschillen. Niemand die voorlopig kan zeggen hoe het hier gaat uitdraaien. En weinig steun. Veel aanmoedigingen voor Lotte Kopecky langs de kant van de weg. Dat wel. Nog eens een kasseibaan. Ook zij draaien die nu op. Heel klein verschil. Valpartij Balsamo. Valpartij Balsamo. Ah. Daar in de bocht. Oei. Wel terug meteen recht op de fiets en daardoor de achtervolging alweer een keer gebroken. Ja. Ja, weer een stomme valpartij eigenlijk in het bochtje naar rechts. Je Absoluut. Komt daar die kasseien op. Het is daar natuurlijk wel heel smal. Poenk, daar ja. lig je dan. Reed ze tegen het achterwiel aan. Met haar voorwiel, want ik kan me bijna niet voorstellen dat ze in de bocht geschoven is. Ze lag er eigenlijk al voor. Ja. En dan zitten ze op de Huissenpontweg ondertussen. De laatste keer. En Kopecky gaat ze ervan afrijden. Poging van Kopecky om alleen te gaan. Hoe sterk is Bianik? Kopecky die heeft omgekeken. Tijdrit eruit persen. Bianik is ook sterk. Ja, Bianik kan heel goed tijdrijden. Hè? Komt er weer naartoe. Heel even hier het kantje opzoeken. Het pistierwerk. Op het boordje rijden. Op die 3-4 centimeter die zich daar aandienen.
Ja, Trek gaat het niet meer doen in de achtergrond. Dat is duidelijk. Jumbo-Visma stopt af voor Henderson, die de sprong probeert te maken van Anroy, die Balsamo nog eens gaat opvissen. Maar jongens, toch. Alle geluk dat de heilige Chérin in koers is. Absoluut. Nog eens Kopecky. En nu wel. Nu wel met de mogelijkheid om de twee overboord te gooien. Gaat marcheren. Dit is doorrijden. Ze zijn eraf. Allee, vooruit. Nog 6 kilometer. Goh. Ja? Ja, toch kippenvelzen, hè. Ja. In mijn geval. We durven het al bijna niet meer zeggen. Nee, we mogen vooral niks zeggen, maar kippenvel in het geval of ja, wetende wat haar overkomen is. Hè. En dit dan toch klaarspelen. Uiteindelijk een wedstrijd licht dominerend samen met de ploeg. Ja, heeft nu al 3e keer in de aanval gezeten, zeker? Het is haar 3e keer. En altijd ook weggeraakt, teruggepakt, opnieuw terug weggeraakt. En dan eigenlijk op het moment waarop dat we haar verwacht hadden. In het verleden al 2 keer op het podium. Lotte Kopecky hier in Nokere Koersen. Vorig jaar, en ik denk ook in de allereerste editie. Ja, Wiebes won toen voor Klein en Kopecky. Vorig jaar Wiebes, Kopecky, Bastianelli. Wat een podium. 5,4. Amai. Dit ziet er niet slecht uit. Maar goed, de strade ligt nog vers in ons geheugen. Die verbetenheid nu, we hebben geen Vollering mee hier, hè. Die verbetenheid op haar gezicht is af te lezen. Hè. Dit doet ze, zoals dat je zei. Ze rijdt hier inderdaad niet alleen vandaag. Nee. Voor zij die het allemaal niet gevolgd hebben, haar oudste broer, overleden enkele dagen geleden. Heel erg ingrijpend in iemands leven natuurlijk. Deze wedstrijd stond oorspronkelijk niet op haar programma. Ging die niet rijden, enkel de zondagskoersen. Maar had blijkbaar het gevoel dat koersen toch nodig was om op zijn minst de gedachten te verzetten en de vorm misschien op een of andere manier te behouden ook. En heeft dus deze in extremis aan dat programma toegevoegd. En op wat voor een manier? En SD Works gaat de pool daarachter uiteraard helemaal controleren. Wiebes, 2e positie. Kopecky is ermee weg. Op 4,8 kilometer van de streep is ze op weg naar een emotioneel groot nummer. Ja. Ze heeft natuurlijk al grotere nummers gedaan. Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche. Maar dit is emotioneel gezien een stoot. Ja, hij heeft eigenlijk 2 broers. Hè. Hannes en Seppe. De Seppe die overleden is. Faulkner tegen de grond. Veel valpartijen op vandaag. Maar toch vooral de renster zijn fout. Wou je nog wat zeggen? Ja, over die dus broers? 2 broers en Seppe overleden. Heeft ook koers trouwens, totdat hij belofte werd. Dus ze vonden elkaar wel op dat vlak. Hè. Je hebt ongetwijfeld heel veel ritjes samen gedaan. En dan zit dat wel in je achterhoofd natuurlijk. Als je hier nu aan het rijden bent. Grote weg, niemand in het vizier. 4 kilometer nog daar. Links aan het stuur van de motor. De man die daarnet zei 35 seconden. We spreken over 1,50 kilometer geleden. Ze gaat er een tijdritje moeten uitpersen. Dit is een omlopend nieuwsbladscenario, met andere woorden. Toen ze dat ook moest doen, met een kleine voorsprong. En dat tot een goed einde bracht. 4 kilometer nog. En wat een seizoen voorlopig. Geweldig baanseizoen achter de rug. Omloop het nieuwsbladprijs. Strade Bianche, 2e positie. En nu? Ja. Rijdt straks nog Gent-Wevelgem, daarna de Ronde. Daarna Roubaix en de Amstel. En dan van 20 tot 23 mei zit ze in de Nations Cup op de piste te rijden in Canada. Combineert het allemaal. Ja, dat is natuurlijk al met Parijs in het achterhoofd. Moet punten sprokkelen. Ik sprak de bondscoach Ludwig Willems gisteren. Of eergisteren, wanneer was het? En hij bleef het ook hebben over het feit dat ze die piste blijft combineren met de weg. En eigenlijk heeft ze de weg nodig om goed te zijn op de piste. En andersom ook, het vult elkaar perfect aan. Het is mooi om te zien hoe de mensen een stapje naar voren doen. Wel veilig natuurlijk. Hè. En weten wie daar komt. Daar is de grootste figuur van het vrouwenwielrennen, hier in België tenminste. Komt daar solo, los, alleen gereden. Dat maakt wat los bij de mensen. Ja, ze komen buiten uit de VIP, toch? Om Lotte Kopecky hier te zien toekomen. Te ontvangen, want natuurlijk iedereen hier in Vlaanderen heeft het gelezen, weet
wat er hier zich aan het afspelen is. Welk verhaal zich daar tussen de twee oren zich afspeelt. Daarvoor volgen wij het wielrennen met z'n allen van heel dichtbij. 3 kilometer. Waarvan straks nog een strook stevig naar beneden. Dus die krijgt ze gratis, bij wijze van spreken. Dit ziet er geweldig goed uit. Dit kan eigenlijk niet meer fout gaan. Het is eigenlijk nog maar haar derde wedstrijd op de weg. Hè. Vandaag nokere koersen. De eerste was de Omloop het Nieuwsblad. Heeft ze gewonnen. De tweede was de Strade. Tweede. En nu? Nu op weg naar winst. Je mag het. Ja, ik zal het wel over mij laten komen, mocht het toch niet zo zijn. In ieder geval, SD Works bij uitbreiding pakt alles. Omloop. Omloop van het Hageland. Enkel Samijn hebben ze niet gepakt. Strade Bianche met Vollering. Wiebes pakt Drenthe. En dus ook al Hageland. Nu weer Nokeren. Dus 5 van de 6 voorjaarswedstrijden voorlopig voor SD Works. Wat een ongelooflijk resultaat voor die ploeg. Dat is voor alle duidelijkheid niet Kopecky voor het peloton. Dat is Bianic. Kopecky rijdt nog een heel eind verder. Bianic zit er nog tussen op weg naar een tweede plaats. 29, 30 seconden. Het is in de Chacos. Als je zo goed bent, hè. Ondertussen komen de rode vlaggen hier al voorbij. Dus Kopecky in de laatste strook. Misschien wel voor het grootste moment van de dag. We kunnen natuurlijk niet weten wat er straks bij de mannen zich gaat afspelen. Maar dat dit emotioneel gezien het hoogtepunt van Nokere Koersen gaat worden, dat is nu al duidelijk. Voor Lotte Kopecky, de vaandeldraagster. Fantastisch. Echt wel. Echt wel. Zo'n zware, ongelooflijk zware domper. Misschien wel een van de ergste dingen die je kunt meemaken in je leven. En dat dan op die manier een plaats geven. En dan nog weerbaar genoeg zijn om dat te kunnen doen. Daar moet je echt zo'n sterk hoofd voor hebben. De aanvalstrom geluid op 50 kilometer. Meer dan 50 kilometer van de streep. En hem nu nog altijd aan het luiden. En daar gaat al heel veel in haar om. Zonder twijfel, zonder twijfel. Zo meteen de bocht ronden, de Haakse bocht. Naar beneden. En dan Nokere berg op. En dat gaat hier met een oorverdovend applaus zijn. Dat kan ik je nu al vertellen. Na 2 podiumplaatsen zal ze bovenaan staan dit keer. En dat gaan ze hier geweldig graag hebben. Dan vraag je je af wat er nu in dat hoofd omgaat, hè? Die laatste kilometer. Kan ze straks misschien bij Tineke van de Velde zeggen. Tineke die zich al richting de interviewpositie heeft begeven. Dus dat willen we zeker graag weten. Als ze erop wil reageren natuurlijk. Maar ik vermoed dat ze toch aan iemand zal willen opdragen, die overwinning. Ja, Lotte is niet de persoon van de meeste woorden. Hè. Ze is eigenlijk effectief wat ze hier doet. Hè. Ze wilde geen interviews geven daarover, over haar broer. Ze antwoordt gewoon met de pedalen. Dat is typisch Lotte. Ja, dat is de taal van de groten. Hè. Die antwoorden altijd met de pedalen. Omdat ze het kunnen. Omdat ze de benen ervoor hebben. Voilà. Vroeger moesten we hier al onze decibels de hoogte injagen omdat we naar een bloedstollende sprint gingen. Dat is voor het eerst niet zo. We gaan iemand solo binnenkrijgen omdat ze sterker is dan al de rest. En heel de wedstrijd samen met haar ploeg heeft gedomineerd en haar tweede wegoverwinning van het seizoen gaat boeken. 300 meter nog. Straks die laatste decameters zwijgen, denk ik. En luisteren naar het applaus van het publiek. Ze komt in het zicht van de vaste camera. Ze komt ook in ons zicht nu. Dit is de laatste strook voor Lotte Kopecky. Het lichaam zit op de fiets. Maar de geest zit ergens anders van Lotte Kopecky. Een overwinning die mensen tot tranen toe beweegt. Lotte Kopecky wint voor zichzelf. Lotte Kopecky wint voor haar broer Nokere Koersen. Gefeliciteerd en chapeau. Word je stil van, hè? Zeker wel. En ik zie hier mensen er links en rechts eentje wegpinken. We gaan kijken naar de sprint. Wiebes, de kanonskogel. Daar staat geen maat op. Daar kan niks of niemand tegenop. Wiebes. 20 meter voor.
20 meter voor. Daar, en de derde plaats is voor Bastian Elie, denk ik. Vierde plaats voor Balsamo. Schoon, en de vijfde top 4, Sierra. Dat is Sierra, schoon, Hentala. Top 5. En we zien Hentala en dan Julie de Wilde. En Julie de Wilde op 6. Jawel. Die heeft zich nog een mooie uitslag bij elkaar weten te rijden. Het was Jens. Het was die, Jens, de verzorger van DSM. Die even tot bij Kopecky ging. Kennen elkaar al lang natuurlijk. Schoon, schoon, schoon. En de triomf. En op die manier volgens mij hetzelfde podium als vorig jaar. Weliswaar in een andere volgorde. Wiebes, Kopecky, Bastianelli. Dat was ook de uitslag vorig jaar. Nu dus Kopecky, Wiebes, Bastianelli. Ja, wat hebben ze het goed gedaan. De vrouwen van Danny Stam en co. Met Anna van der Breggen en Lars Boom. Het is toch een ploeg die al heel veel te verwerken heeft gehad. Hè? Ja, met Amy Pieters. Amy Pieters. Amy Pieters was trouwens afgelopen weekend komen kijken naar de Ronde van Drenthe. Stond daar boven op de Vanberg. Wat mooi. Ja. Dus op die manier vind je elkaar ook wel, hè, als ploegmaat. Kijk. Zo, ultra sterk. Gretel Korevits erbij. De persverantwoordelijke van de ploeg. Dit is een beeldje toch om in te kaderen. En zo wordt deze nokere koersen met dit verhaal naar een nog hoger niveau getild. De editie die je niet snel gaat vergeten, met andere woorden. En hier nog eens kijken naar Wiebes vanuit de lucht. He, he. En is het daar dan nog Julie de Wilde die daar als tweede? Nee, het is Sierra. Het is Sierra, Sierra die rechts, plafonneert. Ja. En die Bastianelli nog moet voorbij laten komen. En Balsamo, maar Wiebes. Ja, jongens. Ja, dan kun je afvragen of Balsamo eigenlijk wel... Ze is nog nooit aan het wiel van Wiebes gekomen, hè, dit seizoen. En, nee. En zij zou moeten degene zijn die Wiebes het langst kan volgen. Maar voorlopig lukt het niemand, hoor. Nee, joh. Nee, dat lukt echt niet. De laatste die haar deftig heeft weten kloppen was Marianne Vos. En Kool. En Kool. Ja, Kool begint dit seizoen, ja. Juist. Ja, heel benieuwd naar de reactie. Nog even een kasteeltje er tegenaan gooien. Straks natuurlijk ook de mannen. Uitzending die, als ik het goed gezien heb, start om 2:30. Op 1. Met Karel en José. Karel die hier ook al enige tijd rondloopt. Ja, hij was hier al... van het mooie weer. Het flash-interview komt eraan met de winnares. Over een seconde of 5. Voilà, hier komt Lotte Kopecky. Met de zegen, een mooi eerbetoon, denk ik. De keuze om vandaag te rijden was vorige week al gemaakt. Ik wil vandaag sowieso starten, dus ja. We zagen het, op 45 kilometer ging er al vol vandoor. Hè? Ja, het was de bedoeling om vandaag echt wel te koersen. Ik denk dat we dat vandaag wel gedaan hebben. Je hebt heel sterk gereden, de hele wedstrijd hebben jullie gekleurd. Wat ging er tijdens die solo door jouw hoofd? Niet veel eigenlijk. Het waren geen gemakkelijke dagen. Het heeft geen zin om mijn hoofd te laten hangen en thuis in de zetel te zitten, dus ik wou er gewoon vandaag het beste van maken. En ik ben blij dat het gelukt is. En ik denk, de been dat ik vandaag had, reden we misschien wel met 2. Ja, je bent aan een heel goed seizoen begonnen ook. Al 3 keer op het podium, 2 keer winst, 1 keer tweede. Dat belooft alleen maar goeds voor de rest van het seizoen, hè? Het seizoen is heel goed begonnen. Dus daar zijn we zeker bij Team S Works heel blij mee. Het is te hopen dat we op deze flow kunnen verder gaan.
Je bent ook de eerste Belgisch op de erelijst. Doet dat je iets? Vandaag even niet, nee. One question in English. How did you experience this race today? It's a race I actually really like to ride with all the couples and things. So I think with the team we had again one and two, and that's super good again. Dank je wel. Klopt 100%, hè, dat van niet het hoofd laten hangen en dat in de zetel zitten niks opbrengt. Je moet het alleen kunnen. Ja. En goed dat ze het kan. En er zullen zeker nog veel mensen zijn die dat kunnen. En er zullen ook mensen zijn die dat niet kunnen. En voor iedereen respect. Ja, ze reed hier... Verdriet werkt iedereen op zijn eigen manier. Ze reed hier met twee. Heel vaak samengetraind, waarschijnlijk met haar broer. We gaan Lorena Wiebes ook aan het woord laten, de nummer twee. Lorena Wiebes, 1 en 2, jullie doen het opnieuw met het team. Ja, we hadden van tevoren afgesproken dat we aanvallend zouden rijden. Dus dat is gelukt. En het was leuk om te doen zo. Ja, je was ook heel indrukwekkend. Het was een sprint die we eigenlijk geen sprint kunnen noemen, want jij reed 10 meter los uit de rest uit het wiel. Ja, omdat er nog iemand voorop zat, dacht ik, ik ga de sprint gewoon vroeg aan. En ik wist van vorig jaar dat dat mogelijk was. Dus het is mooi om zo 1-2 te worden. Hadden jullie vanochtend beslist, indien mogelijk, gaan we vol voor Lotte? Nou, ik denk dat iedereen de kans kreeg vandaag. En onze afspraken waren vooral om aanvallend te rijden. En toen de Renze van Movistar vooruit was, toen hadden we ook gezegd, op de kasseienstrook gaan we het hard maken. En ik denk dat Lotte dat heel goed deed. Hoe voelt het om haar als opvolgster te hebben hier? Ja, mooi. We wilden het in het team houden en dat is gelukt. En mooie dag zo. One question in English. Could you describe us the sprint? Yeah, I started the sprint quite early because there was still one rider in front to get to try to go for the 1-2. And the team did a good lead out for that because we knew also that Lotte was enough up front. And I knew it was it's possible to do a long sprint here and it worked out again. Dank je wel. Oké, bedankt. Weer een 1-2. Een 1-2 in de omloop, een 1-2 in de strade, een 1-2 in de Nokere. Straks worden we eraan gewoon. Ja, mag je natuurlijk nooit worden, hè, maar Kopecky, Wiebes, Bastianelli, Balsamo, Sierra, Hentala, De Wilde, Henderson, Lach en Paternoster. Wat een mooie top 10. Met hele goede namen, goede rensters. Daar hebben ze voorlopig geen klachten van het deelnemersveld nee, hier. Nee, absoluut. En Julie De Wilde, toch een mooie zevende plaats. Ze is toch terug, hoor, Julie De Wilde. Jawel, opstekertje. Ja, een iets mindere winter, maar dan toch twee keer een mooie top 10. Dat wil zeggen dat je er klaar voor bent. Uitkijken naar wat nog komen moet. Ronde van Vlaanderen en dat soort wedstrijden, dat zal nog wel boven haar petje zijn op dit ogenblik. Maar ik denk spontaan aan de Scheldeprijs. Ik denk aan dwars door Vlaanderen. Dat moet binnen haar mogelijkheden liggen op dit moment. Hier nog eens even kijken met Henderson en Kopecky. Dus dit was 53 kilometer voor het einde. Dat ging niet door, dat had geen zin. Weer laten inlopen. Wachten tot de volgende schifting zou gevoerd worden onder een staalblauwe hemel. Die schifting werd dan uiteindelijk ook wel gevoerd op een kilometer of 40 van het einde. Verbrokkelde het, zelfs met een hele bedrijvige Lorena Wiebes. De vrouw die uiteindelijk naar positie 2 sprintte. En dan had je hier een valpartij. Jawel, zwieper. Bam! De Nederlandse Hengeveld. Tegen de vlakte, helaas voor haar. Bianic dan, die kreeg een voorsprong van 20 seconden, maar dat was getelefoneerd. In het peloton hield men alles netjes onder controle. Daar had men de perfecte controle. SD Works, pionnetjes genoeg, pionnetjes te veel bijna. Kopecky op de lange ast, de voorspelde sprong op de lange ast. Niet meteen de volle overname bij de concurrentie. En wat had je gedacht natuurlijk als je met zo'n renster onderweg bent? Balsamo dan met een tegenstoot, maar Balsamo vooral met een valpartij. En daar kwam dan Schweinberger, denk ik, tot stilstand. Daardoor in ieder geval Henderson weg. En dat was ook het sein voor Lotte Kopecky om alleen te gaan op een van de laatste lange kasseistroken. Lukte dat dan wel? Een solo binnenkomen op een zeer bijzondere dag. En voor het eerst nog een koersen winnen. Eerste, tweede en eerste dit seizoen. Wiebes, geen maat op de sprint van Wiebes. En het eeuwige cliché van als er twee sterke rensters of meerdere sterke rensters bij elkaar in de ploeg komen, dat
dat dat dan in het nadeel van een ander zal zijn, dat is toch dit seizoen volledig van tafel geveegd. We zagen hier net zowaar Dave Bruylands passeren op de koers. Ja, want zijn vrouw Femke is ook opnieuw aan het koersen. Hè? Ah bon? Femke Melis. Ah ja. Ja, ik heb er ook nog mee gekoerst jaren geleden. We hebben twee kinderen ondertussen. En Frauke, hun dochter, is denk ik nieuweling of zo. Of nog iets jonger. En nu dat Frauke aan het koersen is, is ze dan beginnen mee trainen opnieuw. En ze is begonnen bij de nevenbonden, Femke Melis. Mm-hmm. Maar nu ondertussen ook een vergunning. En start in de tour van een ronde van Normandië. Zelfs Bert de Bakker en Tiege Benoot zijn hier vandaag al gepasseerd. Optraining. We hebben Bastianelli nog niet gehoord en die gaan we wel horen, want hier komt Marta Bastianelli. Marta Bastianelli, complimenti col terzo posto. Come hai vissuto questa gara? Sono felice di un nuovo terzo posto qui a Nocere dopo lo scorso anno. Sono molto felice per Lotte Kopecky perché oggi per lei era un giorno speciale. È stata una gara nervosa, tante cadute anche oggi. Mi dispiace per questo perché credo che la vita sia più importante del ciclismo e mi auguro che questa cosa possa un messaggio che possa arrivare per tutte perché hanno un futuro, sono giovani e non vale la pena rischiare così tanto per niente. Sono felice per me, per la squadra e mi auguro da qui in poi di fare ancora bene. Nello sprint Lorena Wiebes era troppo forte? Lorena è la migliore al mondo ad oggi, quindi sono felice di arrivare dietro a queste due fortissime giovani. Sei in grande forma, quali sono i vostri obiettivi per il futuro? Sicuramente sono una buona campagna ancora del nord, dalla Depan fino alla Roubaix, quindi siamo pronti per dare il massimo. Grazie mille. Grazie a voi. Bastianelli, die nog een goede campagne in het noorden wil rijden, met de Ronde van Vlaanderen uiteraard als hoogtepunt. Heel blij voor deze Lotte Kopecky, zei ze. Het is een speciale dag voor haar, dus kan ze haar zeker wel gunnen. Het was een nerveuze dag, zei ze ook, met veel valpartijen. Het spijt me dat dat moest gebeuren en ik wil daar ook nog iets over zeggen, zei ze, zeker naar de jonge rensters toe. Wees toch wat voorzichtiger. Er zijn belangrijker dingen in het leven dan het wielrennen alleen. Een valpartij is vaak het gevolg van onnodige risico's en dat is niet nodig. En dan zijn ze nog iets in haar tweede antwoord, maar dat ben ik nu even vergeten. Kopecky, Wiebes en Bastianelli. En daar de burgemeester van Kruisum, Joop Verzelen, in het blauwe pak. Over de rode loper. Gelukkig hebben ze daar een rode loper gelegd, want anders was het door de modder. Was het door de modder, ja. Bastianelli, ook een sterk seizoen bezig hoor. Haar laatste voorjaar. Absoluut. Nog heel even een woordje. Hier is de voorzitter van het organisatiecomité. Het is Robrecht Bottuinen. Man die hier ook in de lokale politiek betrokken is. En als ik me niet vergis ook in het Vlaams parlement zetelt. En dus een van de drijvende krachten achter deze wedstrijd. Samen met een hecht team, zoals dat altijd gaat in die organisaties. Die dan draaien op vrijwilligers natuurlijk. We hebben het even niet over de organisaties à la Vlaams Classics of Colazzo. Wachten op het podium en dan afronden, vermoed ik. Dat is een vraag naar de mensen in de regie. We hebben tijd. 1500 euro gaat zij krijgen. Straks dus door naar Leuven voor de opname van Wattage. Voor de mensen die dat helemaal aan het begin niet gehoord hebben, kan ik u vertellen in primeur. Daarnet was het een primeur, nu is het geen primeur meer, want ik heb mezelf al verteld. Je kan het niet meer in primeur vertellen. Nee, zo is het. Dat naast Dirk de Wolf en Jan Bakelands niet Tom Bonen aan de tafel staat, die houdt zich schuil in een ver afgelegen land, uit vrees voor represailles vanuit Italië. Maar we hebben wel een goede vervanger gevonden, die speciaal vanuit Frankrijk afgezakt. En u mag... Morgen, want morgen zal die online staan. Je mag morgen Mark Uiteroeven verwachten. De 1500 euro tanken is al binnen. Ah ja, ze mag dat was die check. Gratis met de wagen gaan rijden. Dat was die check. Maar gratis voor een tijdje. Je blijft niet eeuwig met 1500 euro rijden.
Het is te zien met welke wagen je rijdt natuurlijk. Juist. En op de derde plaats is geëindigd. Dames, u had al door dat dit een insider was. Marta Bastianelli. Nummer 3. Voormalige wereldkampioene. Wat een palmares. En Sammy Mehdi is zowaar afgezakt naar Nokeren. Dat zal dan op vraag van zijn partijgenoot Robrecht Potijnen geweest zijn. Heb jij iets te doen, Sammy, op woensdag 15 maart? Nog niet onmiddellijk. Nog niet. Wat denk je? Kom jij de bloemen overhandigen? Ah, wel ja, het is goed. Ik zal afkomen. De tweede plaats. Vorig jaar ik moet nog in Gent zijn s'avonds, dus dat komt goed uit. Zoiets moet er ongeveer zijn. Waarschijnlijk. De Europese kampioene Lorena Wiebes. En zij gaat de fles champagne krijgen van de Edian Vermeulen, de burgemeester van Dijssel. Dikke transfer voor de ploeg. Deze voormiddag voor Lorena Wiebes. Ja, en topfavoriete voor Brugge de Pannen, die er ook aankomt volgende week. Dat zal dan voor het vrouwenpeloton de volgende afspraak zijn. Ja. Toch voor ons dus. Volgende week donderdag. Ja, donderdag. Volgende week donderdag. Dan gaan we naar Gent-Wevelgem. Dan gaan we naar dwars door Vlaanderen, wil die wedstrijd niet bij ons op televisie. De E3, daar is me nog aan bezig om een vrouwenwedstrijd op dezelfde dag te laten doorgaan. Dat is nog wat werk aan de winkel. Er wordt gepraat. Het zal nodig zijn als men mee wil met de huidige evoluties. De burgemeester van Kruisen die de champagne gaat overhandigen. De bloemen die komen Joop Verzeelen met een flesje. Pia Stalpart van United Athletes. En de trofee door de voorzitter van de. En de bloemen en de trofee en alles erop en eraan. Voilà, ik denk dat wij nu echt wel ongeveer alles verteld hebben over deze Nokerenkoersen. De vierde editie na de Nederlandse suprematie van de voorbije jaren met 2 keer Wiebes en 1 keer Amy Pieters hebben we nu voor het eerst een Belgische op de eerlijst. Het zal u niet verrassen dat het Lotte Kopecky is, want die doet het voor België vaak altijd. Half 3 op 1, mensen. Afstemmen, nu heel even een pistoletje gaan eten, een boterhammetje of een koffietje of whatever. In ieder geval 2:30 zitten José en Karel klaar voor Nokerenkoersen bij de mannen. Tot de volgende keer. Marta Bastianelli, Lorena Wiebes en Lotte. Lotto, trotse gangmaker van de koers. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.